Joepie, het is weer dinsdag. Joepie, we zijn er weer met uh, 90 Minutes. Het leukste anderhalve uur van de week, wat mij betreft toch. Dag Philippe, Steven, Sam. Uh, Goedemiddag of avond, mannen. Is het uh, ondersteund? Het is weer later. Ja. Vooravond. Vooravond, ja. Ik um, moet een beetje op een. Uh, op een serieuze noot beginnen. Want zoals je weet, beste voetballiefhebber, gaan wij praten op onze geloofwaardigheid, op onze betrouwbaarheid. Maar uh, iemand in dit viertal heeft vorige week onze feilloze reputatie besmeurd met een leugen, een flagrante leugen. Um, dus Steven, een graag een rechtzetting. Vervolgens. Sam, kan jij misschien uh, toelichten? Ja, daar heeft iemand ons allebei een filmpje doorgestuurd mm. van uw fout op Boussofa in de wasilewski match. En, en je lanceert hem gewoon letterlijk de ruimte in, denk ik. Dus... Ja, hij lag op de grond dus de ruimte is al niet... dus jij ja. vertelde hier vorige week dat het om een, een lichte duur ah, wel, ja. maar het was hoe dat ik het in mijn hoofd dat uh... raak ik hem niet maar ik raak blijkbaar het been ik, <laughs> ja, ik, ja. ik, uh, ik haal hem gewoon onderuit ja. Ja. zullen we het filmpje delen op, uh, op de op de ik shows want dat mag op mogen. YouTube dat mag wel denk ik hè? Ah, de link van YouTube? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. criminele ja. zaken mogen delen delen. <laughs> was, was, Oeh, <laughs> stonden er ook de minuten bij? Het was laat. Het was, het was, heel het was, te eind. dat was echt helemaal ja, op, helemaal leeg. En dat was dus in de Wasilewski-match, dus ja, toen, toen, toen de, de gemoederen na, al verhit waren. Ik weet niet, uh, na 30 minuten rood zo. Ja, maar kijk. Ja, dat was lang met tien. Nu de gele kaart was terecht, bij erin. Ja, kom. Mocht ook rood zijn. Oh ja. Oh. Ik heb al erger gezien dat geen rood was dit weekend. Dat hè. praat het niet goed. Dat is zeker waar. Dat ja. is zeker waar, Steven. Maar dat praat het inderdaad niet goed. Maar we moeten wel, als we rechtzettingen doen... Oei. Het is niet alleen Steven die fouten gemaakt De heeft. doos van Pandora natuurlijk. Ja, ja zeg Natuurlijk, maar. we doen het maar één keer ook. Hè. Ah ja, ja, ja oké. Okay. De varkenskop... Ah, ja, ja, ja. In mijn ja. hoofd was die gigantisch. Dat is maar een klein ding. Ja. Ik heb dat mensen ook hebben daarna gereageerd en gestuurd. Ik heb die foto dan gezien, dat was, dat was eigenlijk maar klein. In mijn hoofd is dat zo veranderd dat dat een gigantische oh, varkenskop was. En, hebben we een idee welke... Een handbal, een, een, ja, een, een voet, basketbal... Een kleine voet zelfs. Kleine voet. Ja, zoiets. Het was echt... Echt? Ja. Een handbal, hè, ja, zoiets. Dat dat was da ik dacht in mijn hoofd dat dat echt... Ik heb de documentaire dan ook gezien. Ah, van Schifo. Okay. Tof. Figo. Uh, Figo. Schifo. <laughs> <Figo. laughs> kan ook. Van Figo. Ja, want er zijn contrasterende meningen over de documentaire. Ja, ik vind het ook ja. heel barsa getint. En uiteindelijk er wordt gesuggereerd dat hij niet uh, happy zou zijn met zijn overgang naar Real Madrid, omdat hij daar bij die voorstelling vrij triest, uh, triestig stond. Ja. Maar ik begrijp, wel, hè? Straks... Ja, ja, wel. ja, maar ik begrijp het dat ook omdat ik het, wel. Omdat het zo'n ingrijpende beslissing... En er is zoveel op hem afgekomen. En hij wist natuurlijk ja. wat, er, wat er ging komen. Dus dat is normaal dat hij... Dat hij, ja, dat hij mixed feelings had bij die ja, ja. bij die bij die voorstelling, maar dat die, ik vind dat het daarna iets te weinig werd weergegeven hoe hoe goed en hoe... Ja, dat hij daarna wel gelukkig was in, in Real Madrid. Dat hij Madrid omarmd heeft, hij ja. woont daar ook nog altijd. En hoe zij... Hoe, hoe, hoe is ja, niet in. dat? Ik heb nog niet gezien. Dat komt zo, je hebt heel je aanloop en dan helemaal op het einde is dat... Ja, gewoon de, de overgang. woont trouwens nog altijd in Madrid, en is er heel gelukkig. Zo, zo dat. Mm -hmm. zo de ja, dat is het laatste. Slide. En, en hij, ja, dus gelijk hij ook op een bepaald moment heeft gezegd, hij heeft de geschiedenis veranderd. Samen, hè? want Barcelona won alles daarvoor. Hij gaat naar Real Madrid en dan... Verandert alles eigenlijk? Hè? Ja, de, de ongelukkigste, elftal, ay, ongelukkigste presentatiefoto ooit is denk ik uh, Robert Enke, die, de Duitse doelman, ja. die zelf wel heeft geplikt. En die foto staat in het boek. En dus, ik, denk, ik denk bij Benfica, maar het zou ook bij Barça kunnen zijn, maar dat denk ik niet. Ik denk dat die, dat, het is dat bij Barça begonnen hè, vooral. Of, of ja. if, if, ay, zijn, zijn, zijn negatieve gevoelens echt toegenomen. Dus ik denk dat het bij Benfica die foto staat, dat is, dan denk je: oh ja man. Hoe kan het dat, dat, dat we er toen niet met z'n allen hebben gezien hoe die mensen heeft hulp nodig? Dat is natuurlijk geen een interpreteren maar die foto is echt waanzin. Echt? Ja. ja. Daar zie je echt een, een, een gebroken man staan. En dat was bij Figo nu. Figo stond er meer zoals ik, ik bij. Ik <laughs> maar die. Dacht, ja, wacht. Ja, ja, oh, wat, 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 ja, wacht, wacht, ja. wacht. Dat is de beste maar foto man, ik, ooit. Ik, ik, ik kreeg die doorgestuurd van, ik denk wel, van twintig man. Van, oh, ik ja, okay. dacht. Even uitleggen. Ja, 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 ja. Maar ja, dat was gewoon op de. Dus toen ja, de, de rechte En dan moest iedereen er zo met zijn duim omhoog Wat <laughs> What the f En ik kan dat al sowieso niet. Ik zou dat ook bij Telenet niet kunnen. Kunnen we, dan we dat dan, 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 dan ook delen? Dan ook ik dan deelen, en ik heb zelfs een versie waar zijn duimpje is omgedraaid dat was een week later nee, oh. maar ja oké okay. dus oh. het was eerder dat, ik denk, maar dat begrijp ik wel dat je daar staat laat laat het maar niet zien we kunnen hem wel kunnen op social media. maar delen. ik snap wel, snap wel dat je, dat je, ik wil dat niet meer zien maar dat je ergens staat en dat je lang hebt, want als er één ding in die, in die, in die documentaire wat eruit komt, die mens heeft echt wel getwijfeld. Hè? Die ja, heeft, ja, ja. heeft ongeveer twintig keer een andere ja, beslissing nee, ja, in zijn ja, hoofd ja, ja, genomen. En, en dat je er dan op het moment dat het zo is, dat je wel even denkt: van Ik denk nog aan die vorige club. Maar wie, want bijvoorbeeld, wat ik niet wist, dat vond ik er heel tof aan, is zijn. Oh. zijn nee, maar ik vond het niet. Ik vond het te lang. Ik ja. vond het echt te lang. Ik wou het zeggen dat het een kijktip was en Philippe ja. was. Mag... Ja, ik vond het te lang. Ik okay. vond het wel ik vond het goed, maar ja. Ja, moet ik nu kijken? Ik hou het liever moet over kijken. de... Oh, je moet, moet kijken. kijken, het is ook een, een... Dus tijdperk. Het is een historische mijlpaal in ja. het voetbal. Hè. Die transfer, en dat zie je daarin ook. Ja, ja, maar zijn vriendschap met Guardiola, dat wou ik zeggen. Ja, dat dus vond ik wel ik ook top niet, ja, ja. Dat, dat is nu nog altijd, blijkbaar. Ja, ja, want anders trek je Guardiola niet, denk ik, voor die doken. Ja. En, en dat vond ik ook wel tof, dat Guardiola wel, wel zei... Ja, ik, heb, ik heb tegen hem echt wel toch even gezegd van... Blijf. Maar als je wilt gaan... Ja, dat doen voetballers dan. Terwijl ik... Allee, daar was ik, ik een vreselijke ploegmaat in. Ik heb ooit vijf uur aan de telefoon gehangen met Wim van Looij om die bij de leraar te houden. Ja. En ik, ik, ik ging ja. niet afgeven. Ik ging niet zeggen, het is uw leven en doe maar. Nee, ik zei, blijf bij mij. Ja. Dus, dus, Allee, ik bedoel... Ik, als ik Guardiola was geweest toen, ja. dan zag ik aan Figo. Hij ik zei, kom, we gaan eten. En, en daar uren op ingepraat. Maar dat doen voetballers niet, hè. Profvoetballers doen dat niet, maar jullie allemaal het besef hebben van: Zeker. het gaat om hij op, onze job op dat om job en ons leven. Hij voelde zich op dat moment een beetje ondergewaardeerd in Barcelona. Ja. Wat ik wel snap. wat, ja. ik, wat ik dan eigenlijk en hij krijgt dan geen nieuw contract hè, want... Want uh, is het uh, uh, onze vriend lagen Gaspar? Gaspart, ja. die. Die dan achteraf zei, ja, ik was de allerslechtste voorzitter uit de geschiedenis ja, van Barcelona. Ik heb daar hierop gezegd, medelijden met Gaspar. Ja, dat was wel de hele tijd medelijden. Dat ik en, ja, ik heb het is geringeloord. Ja, en dan komt eigenlijk de ploeg die je eigenlijk misschien niet wou kiezen, de, de grote rivaal Real Madrid. Die misschien met, wel de enige was op dat moment ja, die dat die dan, kon leggen, denk ik. Ja, ah, daar hebben we daar net besproken, maar ik zal het nog eens zeggen. Daarin zie je wel, Peres hij heeft niet de beste ideeën voor het voetbal, maar je moet hem wel nageven, hij ziet wel de toekomst. Ja, ja. Nu ook met die Super League, waar ik zelf ook van denk dat we ja. er sowieso ooit in gaan belanden, uh, en toen ook met hoe die evolutie van transfers gaat zijn, die van Barcelona is eigenlijk 2,4 miljard Belgische franken 60 miljoen euro, niemand gaat dat leggen. Ja. Want dat ja. krijgt hij er nooit uit. En hij was de eerste die zei, Duurlijk laat wel. ons dat eens net wel doen, en de duurste ja. voetballer en daar een ja. heel marketingding, om dat er net wel uit te halen. Ik ook wel Daarin zag je ook... dat wel echt. ja is wel een ik, ja. visionair. Ook, ja. Hij ziet de slechte kanten van het voetbal Vroegkomen is het zo. En ik schrok tegenover zijn eigen nee. gewin, natuurlijk. Dat wel. Met die Superleague. Ja, maar als je ze voor u ziet ja. en de rest niet, dan is het bijna altijd voor Maar je kan gewin. ook visionair zijn en rekening houden met de kleinere clubs, bijvoorbeeld. Hè. Met het hele ecoclimaat van de voetbalwereld. En ja. dat doet hij niet, natuurlijk. Nee, maar ik denk dat er ook wel zoveel haaien zijn dat als je dat niet doet, ja, dat je zoals Gaspar kaas van je brood laat. Ja. Eten. Maar, ik, maar ja. Waar, ik, waar ik van schrok was, was uh, een beetje de tijdlijn. Uh, omdat in 2000, hè, af en toe zie je het stadion op de achtergrond. Hè. Ja. Uh, maar in 2004 was figo een blok aan been van Portugal hè, op het EK. Toen kwam Ronaldo juist. In eigen land. Ja, ja. In eigen land. Dat is het EK waar. Hij... Ja, 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 ja. Dat is echt een ik overdreven, precies. Tijdens dat EK is er het kantelmoment. Blok aan been is inderdaad waarschijnlijk ook. Maar, maar tijdens het EK komt er het moment dat hij dat hij overvleugeld wordt door, door wat kan hè maar dat, dat is, maar is dat maar vier jaar later maar kon Sauer ook geen hattrick tegen dat was het uh, maar dat was in dat was, was nog in of was in dat 2000. was nog in Charler, wat, denk ik hè? dat was nog in, was dat in 2000 dat was in 2000 ja. denk ik ja. mm -hmm. oké okay, ja. alles was wel kan leuk want je dan ziet hem zoals als, als 17-jarige bij Sporting ja. en wat we ook al kort vorige week besproken hadden ik dacht zo hij is nog op het einde van zijn carrière nog naar Sporting en, en als je zo wat langer kijkt zeg ah nee die is daar jong ja ja, ja, ja. ja. Dus ze amper veranderd en, en dan, is zie ook, maar. dan zie je ook hè, want ze, ze filmen bij hem thuis en dan is dan training de telefoon die gaat hè, met, met, met een, de krulstaardraad draad in de muur dus ja dat, in, in zo'n ja, met, met oud behangpapier Allee, die jongen is, is van heel gewone komaf in Portugal Het het zal ja. geen vetpot geweest Hij heeft inderdaad een kop ja. Als dat een, een Afrikaanse speler is, dan zeg je, ja, zeven jaar ouder, hè? die zeventien, ja. nou, vergeet het. Vigo heeft al ja. een, een, een oude mannenkop, ja. met groeven is hij gelaat, op zijn zeventien. Ja. En ster wel al. En ster. Ja. Stijl, ster. Dus ja. die combinatie, absoluut. En wat ik miste, en ik heb het ook net tegen u gezegd, maar ik weet niet, is zijn vrouw. Maar Als... heeft hij pas in... Barcelona. Ja, maar de vrouw van toen. De vrouw, de, ja, ah, dat is de altijd vrouw, vrouw. Ah, okay. zijn vrouw. Maar ah, die, ja. die miste ik in die, in die doge. Je ziet haar af en toe, hey, beeldschone ja, uh, ja, dat is wel uh, waar. Vrouw. Maar op een bepaald moment belt ja, hij. Daarom. Dus hij da, dat is echt straf. Hij, hij belt mij om te zeggen: Ja, ik heb beslist, ik ga naar Real Madrid. Ja. En dan zegt hij: Ja, ze spraken in het Engels. En hij zei heel de hele tijd: Yes, yes, yes. <laughs> en dan dat ik: Ja, morgen. Marca bellen, want ik ga een interview geven, dat ik, dat, nee, uh, Sport bellen, dat ik bij Barcelona blijf. Echt waar, hè? <laughs> zo, wat? Dus de, Karin ligt elkaar bellen, dan ik ja. blijf, ik blijf toch <laughs> Die Helen had <laughs> dat, dat gewoon omgedraaid en ik, ik had dat zo graag gehad, om, om die is haar kant van het verhaal. Ja. Want ja. wat Jan vertongen zei, ja. in zijn interview bij de. Ik bedoel, uh, ik, ja. ik hoor dat interview, ik denk, hé, hey, nu wil ik, ik denk dat ze Sofie heet, ja. uh, die theater... Ja, die, ja. ja dat is absoluut waar je wil door wat er wat er ja, maar ik snap je ook is. wel dat die spelers ja. zeggen hey dat is privacy maar, maar, maar die vrouwen een... zelf ja maar twintig jaar later had... ja die... nou, voilà bij Vertonghen snapte ik gebeurt, snap maar. dat die dat... Jan Vertonghen zijn vrouw nu niet want dan worden ineens er in iets getrokken maar twintig jaar later in een docu dat had een enorme meerwaarde geweest en ik zou het heel jammer vinden als als de documentairemaker het niet gevraagd heeft ja, ik snap en dat het. kan dat en dan heb je een te mail gaze op, op, op heel dat ding. Ze dus ja. hebben alleen maar de, de belangrijke pionnen ja. aan het woord gelaten. Ja. En dat is heel duidelijk. Maar en... Futre, hoe was ja. hij? <laughs> ja, we je? mogen het niet allemaal verklappen. Ja, maar we zijn hier echt... Een was echt was maar heel uh, expressief. Futre <laughs> ja, ja, was, ja, was heel maar dus, er komt, Eigenlijk komt die transfer tot stand omdat Futre in de kantoor van Peres belt en die andere zegt, nee, nee, nee dat gaat niet gebeuren. Die legt af. En die wordt voor geen gezichtverlies... Doet hij zo nog verder van dat de man bellen is? <laughs> en dat, heeft, dat is eigenlijk super belangrijk gebleken in ja. hele dingen. Dus zeker kijken. Ja. Oké, okay. ja, echt. Oké, okay. ja. ja. je hebt ja. het gehoord. Wij en maken vooral alle klammen. Gen ja. geniet ja. enorm van, van de aandacht. Van, de aandacht, ja, ja. van in die zitten. Als ze daar in het, in het hotel ook worden. Ja, uh, ja, ja. Ja, ja. 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 Zeg, ik, ik heb je een lijstje gemaakt van onderwerpen, zoals ik dat elke week doe. Van boven, omdat ik er te weinig over heb gelezen en ik vond hem geweldig zondagmiddag, Leandro Trossard. Hm. Dus bij deze. Eigenlijk is Prachtig, de avond. actie bij die penalty die ja. hij verdient. Oh. Geweldig. Ja, Heerlijk. tegen een Didi. Die kennen elkaar oh. toch? Ja, we hebben samen gespeeld. Zal wel, denk ik. of Misschien was dat hij net bij Leuven. Misschien was hij uitgegaan, maar dan gaat hij is in de zomer, is zomer voor wel... Voor Rune. Nee, nee, fuck. Steve. Steve. Ja, mijn fout. Ja. Steve? Ah ja, oké, okay, maar me. Ja, ik is met verlof, dus we hebben nu Steve. Steve gaat dat... Uh, kunnen jij dat opzoeken? Omdat die samen hebben gespeeld. <laughs> Trossard en een Didi. Kan eigenlijk niet anders, hè. 2015, 16, 17. Ik denk dat ze in de studio van wel. wel okay. wel. Maar ik ben hmm. niet 100% zeker. Maar, maar moet hij in de basis staan bij de duivels? Want tegen Nederland bijvoorbeeld, als je ziet hoe die game gaat. Ja, dat vind ik wel dat je erover mag beginnen denken. Ja. We gisteren zei, zei iedereen aan de tafel op ik dat. Ja, Azar neem je ook al speelt hij 0 minuten. Neem je absoluut mee. Maar dan moet je hem laten starten als misschien er iemand. Misschien niet. Dan, misschien dan misschien moet je trots. Nee, maar, maar ik vrees. Is, is Azar een goede invaller? Hmm, dat weten we niet. Ja, <laughs> dat Bij Real mag hem niet invallen. Toch zelden. Nee, maar goed. Hij ja. valt ook geen goeie starter in. Bij, ja. bij Real is hij ook geen goede start. Nee, dat Zij is wel, nergens ja. goed. Maar Trossard speelt natuurlijk links op de flank bij Brighton. Ja, maar die kan over. Die, die... Dus die hoeft niet op de plaats Misschien te staan. Misschien tegen een kleinere ploeg kan je hem echt ja. hem alleen op de flank spelen. De vraag ja. is ook, alleen, dat vind, vind ik al lang, moet je eeuwig blijven volhouden aan, aan dat systeem. Er is wel, ik vond Munier, Munier is wat aan het groeien. Ja. Dat vind ik wel, dat is wel goed. Maar goed, Castagna maar... aan de linkerkant, die kan je... In ja, possiep... maar die, snap je Rogers dat hij er... Dat snap ik echt niet. Nee. Dat hij die, die erin brengt, bedoel je? Ja, dat hij niet start. Ja, ja. Sorry. Maar die startte vorige week wel, toch? Ja, ja maar... maar nu weer niet. Rogers die is, die zit mega in paniek. Hè? Dat interview ook. Zo van, ja, hoe moeilijk is het om... Uh, heb je, heb je hem horen zeggen? Ik heb er stukjes uh, van meekregen. Dat was, hoe moeilijk is het om, om alle negativiteit uh, weg te houden? Oh, ja, nee. Ja, het maakt niet dat het negatief is. <laughs> maar je de beelden gezien. Niet normaal, jong. Ruzie op het veld. was ja. vooral ja. Amartis Ruzi op het veld. Ja. Die, die, die was het om te vechten met zijn ploegmaat. Ja. Eerst al met de keeper, dan ook met Madison. Met, met dat was echt ja. opvallend. Ja, maar die keeper is ook slecht. Hè. Ja, ik vind Dat is een van de dingen. Nee. En Schmeichel, akkoord, die, die had zijn leeftijd en die gerakte niet meer. Maar daar stond wel. Ja, ja. Maar die is ook van de kampioenploeg, die hebben sowieso meer ontzag in de, in Halle, de kleedkamer. Ja. Hè? Maar daarom breekt het les aan, denk ik. Ja. ik Vraagheid ja. is dan de respect. Tilemans had een wereldbal. Ja, ja, ja. wereldpas. Ja. Won zijn duwen. En die wordt er ja. dan ook weer afgehaald op het moment dat je ah, raakt. Je weet natuurlijk wel niet wat er van plan is afgesproken. Nee, nee, ja. Dat maar kan. Ik vond het ook raar. En ja, ze zitten met een probleem. Ik denk dat het ook wel einde verhaal gaat zijn, ja, ja. Om te zijn. Ik denk, doe het snel. Ja. Want het, hij, hij trekt het niet meer recht en doe het dan nu. Dan geef je iemand anders. Wat, wat ga je doen? Wachten tot. Dat gaan ploegen, sommige ploegen doen. Hè? Ja, het WK, tot het WK. En dan is. Ja, ja maar dan we hebben we een nieuwe we voorbereiding. Al, we hebben al veel matchen gespeeld. Hè, als nee. het WK. En in Engeland zijn er, er toch een paar die gaan hè, bij elke ploeg. Mm -hmm. Dus zo goed voorbereiden kun je niet. Hè? Nee. Maar dus om terug te komen op Trossard. Ja. Als nu, morgen of volgende week. Het is ook hè, volgende uh, week als, spelen we, hè. Of Ah ja, maar nee, dat is officieel, we ja, hebben dat het, uh, Als het WK nu begint, Merci. dan is het toch zelfs eigenlijk bijna een schande als Tossaar niet matches matchen start. Ja, dat is natuurlijk, is dat is ook, ik, ik ja, vind maar dat dus, die echt zijn plaats eh, Sowieso, en er zijn er nog een paar. Het enige wat je daarbij... Daar rekening mee houden. Ja, ja, maar ik vind dat ook. Wie... Het gaat om die, deze vier maanden, ik denk dat Peter... Ja, Onana is, o, Nana is ook aan het spelen bij Everton. Ja. Ja, maar oké, okay, dus die mag er ook in bedoel je, Of die mag, ik denk, ja, als die blijft spelen voor Everton en die doet het goed, zou hij zeker mee kunnen. Maken. Basis, vind ik. Ja, ja. sowieso. Basis, vind basis, ik ook. Basis, echt, want, want ja. je hebt energie nodig. Je hebt, je hebt, je hebt <laughs> echt, dat doet zoveel nodig. Ja, maar ik vind, nodig. ik vind dat ook. Je moet, je en, moet eigenlijk en, deze zomer een telefoon hebben. Echt op nul. Ja, maar en wel over vier maanden pakken ook. Niet één maand. Je spreekt over vier maanden. Ja. Nie, nie maand, over vier maanden. Dus dat je lavia zegt, met, nu dat hem uitvalt ja. en dat hem terug gaat, moet, moeten we nog allemaal zien. Zes een, ja, maar je spreek, moet ook een beetje. Ja, voilà. Dus dat je die zegt, die niet per se. Als hem dit had doorgetrokken, zou ik ook zeggen. Ook ja. zeker. Hè? Maar ja, je hebt, je hebt vorm aan de ene kant, hè, 100%. Maar je hebt ook een, een korte tijdspanne wereld. En die jongens kennen zich elkaar. Dus je moet ook aan een bepaalde chemie. Je kan niet te veel. Jongens die er niet heel veel bij zijn, ja. meepakken. Nee, maar alleen op chemie maar, inzetten? Dan, we, nee, 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 we we natuurlijk niet. Dat maar heen. je kan niet ineens zes, maar, zes zeven nieuwe mannen... De, nee, maar je ook, goede voetballers, wat de namen die we zeggen ja, zijn, maar, dat, ja, die ja, in vorm zijn, dat gaat snel. Hè? Ja, dat gaat snel, maar je speelt wel direct die belangrijke wedstrijden. En zo snel gaat dat ook niet altijd. Dus wat, ja. wat zou je zeggen dan? Misschien max twee, drie nieuwe jongens mee voor de rest. Ik denk het wel. Ja. Okay. Maar mee, zo, zo zal nee, 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 het ook nog. Mee, mee toch meer? Nee, we hebben het over Ja, meer, meer. Mee meer. Het nee, mee, ja, is 6, al vier jaar, jaar geleden. Hè. Dat ja? is een hele wereld van verschillen. Ja, tweeënhalf. Twee maar het is toch geen slecht argument ja, van Steven? Uh, 2021. Hè? We zijn anderhalf nee, nee Ik zeg 2018 2K. Ja, 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 die... we, we zijn over het EK bezig ook. Hè? Ja, maar we blijven precies onze selectie wil maken op de, voor de spelers kort. waren in 18. En wie is er dan nu beter op die positie dan nu? Trossard? Oké, okay, Trossard, maar die was er. Die is er al even wel bij. Ja, ja, die is er maar al maar bij. Die, kan, die, dan ken, dan die, die is er al even ja, bij. See, dus die ik kan je kiezen. Oké, die kunnen we in de baas, die is er al bij. Maar een Onana, als hij zijn vorm aanhoudt en die speelt, zou ik die kunnen meenemen. En dan is nog de keuze... Onana die moet hem moet mee. Mee. pakt hem mee. Dat kan hij niet meer op of Die pakt hem mee. En die, maar ja, maar de, de vraag is niet meer, pak je ze mee? De vraag is, uh, hoe, ho, wat is je typeploeg in je hoofd? En een beetje het probleem van Trossard, en zo mag je er dus wat mij betreft niet naar kijken, maar, maar dat is van, ja, wat heeft hij bij de duivels eigenlijk al gedaan? Ja, de makkelijke match. Nee, nee ik, ah. ik, ik zeg even de foute redenering, maar die wel gebeurt. Ja, in de makkelijke match een paar goals gemaakt. Ja, maar er zijn geen andere matchen geweest dan de makkelijke. Hij heeft nee. nog niet ja. mogen. Ja, dus ja maar over, over Trossard wil ik zelfs niet discussiëren. Die... Ja, nee, maar verwijt niemand dat hij nog niet op een WK heeft uitgeblonken als, ah, als nee. hij de kans nog niet heeft gehad. Nee, daar, daar discussiëert hij over. He, want had, want Trossard, ja. kent, Trossard kent het. Het systeem is er veel bij geweest, dat vind ik geen nieuwe Want Dan moet je ook de Ketelaar niet. Maar de vraag is nu, op dit moment, de Ketelaar of trossaar. Waarom is dat een of? Ja. of? Ik heb met een vriend het team gezet en ik zette ze allebei. Maar, ja? Maar wat gaat hij, hij nooit doen? Tegen Nederland, gaat nooit doen, dan tegen, dan Nederland start uh, Van Aken en Hazard in de rug hmm. van Lukaku. Of ja, Lukaku, ja, die toen uitviel in die wedstrijd. Hmm. Um, maar het probleem dus, ja, gaat niet offensief nee, de -is, zijn. Hè? De het toen spits. De bruine speelde spits. Tegen de Rage was de bruine ja, de, de negen. Lukaku uh, kwam van... Uh, ja, zo uh, kliks, denk uh, ik. Maar Lukaku speelde ja, van de maar, spits, Speelde, ja. En, en Witzel ja. nee, nee. voor de defensie. Maar hebt. het probleem gaat niet offensief zijn. Hè. Er hebben we genoeg kwaliteit. En, en ja. het verschil in kwaliteit zal op zich minim zijn. Maar wij moeten toch gewoon durven zeggen... We gaan met acht man verdedigen. En de bruine Trossard en Lukaku... We pakken de ja, bal af en gellen okay, met de ja, ruimte zijn, die er ligt. Nu, dat zijn nu, de beste van de wereld okay. zelfs, De Bruin en ja, Lukaku, de beste ruimtespelers ja, okay, met een man? snelle uitbraak. Wie zijn nu acht man? Ja, dat is moeilijker. Ja, ja. maar niet alleen, alleen. ik denk niet dat ik... En als je niet kunt verdedigen, moet je ook niet expres nee, gaan voilà, verdedigen. Nee, het is ja. ook wel een beetje van, we gaan verdedigen, dat zou ik ook niet hmm. doen. Maar we, wel, we gaan, we, gaan, ja, we gaan meer energie uitstralen. Dat, dat wil ik vooral. Maar zeg ja. eens de verdedigers die je gaat nemen, noem maar maar twee zelfs, hmm. je, waar je ruimte in de rug wilt geven, nu op dit moment hè. Wie, wie, wie vertrouwen wij nog om ruimte in onze rug te geven? Wij zijn zo kwetsbaar, Dan moet je echt dat moet je opvangen. Wat Oranje gedaan heeft in 14. met een de, ja. defensie uit de Eredivisie, bijna, verdedigen en, en uitbreken. Maar bijna elke... Allez, er zijn heel veel ploegen kwetsbaar in de rug. Hè? Als je ik bedoel, kijk naar Man City, ja, die zijn kwetsbaar in de rug. Hè? Ja, maar die hebben wel de spelers om dat wel nog wel te ja, spelen. Ik zie, ik zie die... Stones nu ook, Melo, iets meer. Maar ook allez, kwetsbaar in de rug... En dat je kunt heel veel opvangen met positie. Mijn, ik ik begin te denken, want Boyata die, die niet invalt, hm. dat is raar in Brugge. Dus ik begin te denken, misschien is Witsel wel een goede optie hè, daar. Ja. Alleen hij, hij moet in een moeilijke match nu. Dus ik, ik ben super benieuwd. Het is Atletico Real, niet nu, maar het weekend dat komt. Ah, daar wil ik Witsel op die positie zien ze. Ja. En, en eens kijken. En doet hij dat, brengt hij dat er daar geweldig goed van af? Ja, dan is het de tweede coach die iets zelf daar zet. Hè. De tweede, hè? Na, mm -hmm. na bij Dortmund ja. Simeone. Dus. Ah. Maar je probleem is veel meer defensief dan centraal middenveld. Dus waarom zou ik het niet doen als, als de oplossing? Ik vind, ik vind als hij op centraal op middenveld speelt, vind ik dat we daar ook een, een, een probleem hebben. Een gebrek aan. Een gebrek nee, maar ik, aan ik, ik behoor behoor van de geberaties. breedte van spelers om uit te kiezen, hmm. heb je centraal op middenveld geen probleem. Alleen wij noemen ze ook Ik heb het niet. Sambi, oké, we hebben Sambi, ja. ja. okay, absoluut. Voilà, en niet dus, vergeten. Ja, 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 maar gebreveren. Onana gaat hoger staan dan Sambi. Net door. Ja. In de het Profiel, ja. dat hebben we niet echt, dat profiel en ik zag hem ook passes geven, bal afnemen, chak tussen de linies, mm -hmm. ja dan, dan ah, die jongen en sorry. vooruit voetballen hè, eerste pas is altijd de belangrijkste ja, pas. En, ja en, en in de toekomst, Tja. Lavia en hij, dat kan hè, dat want kan Lavia zeker. is een veel dat is Meer positionele. Ja. Uh, uh, maar die was, die was ook top in die match. Southampton, de match die ik toen heb bekeken. Toen gij, We hadden dus United Middels opgenomen. Ja, maar die was goed. Die was echt goed. Ja, was goed. Dat was echt goed. We, we zeiden het toen zelfs. Ja. Maar zeiden we dat in de uitzending of voor de uitzending dat hij geen afstandsschot had? En hij scoorde nee, dan zijn afstandsschot? Ik zei ik. Dat was wel goed. Ik heb ja, nu nog zijn, niet eens scoren. Zijn vorige waren niet goed zijn afstandsschot. en ook, Nee, ja, die oh, en waren dat ook niet goed. Nee, nee, nee. Maar dat was echt. En nu dat deed hij. En die controle, want dat was het ook. Die bal. Maar dat Chelsea daar al 50 miljoen op biedt. Hmm. Dat is echt toch alles? Maar ook over het Rossaren. Waarom we weer. er niet licht over mogen gaan, laat in Engeland de Premier League-kenners hun top samenstellen van spelers van het seizoen beginnen. En die gaan in de top 20 staan. Sowieso. Hè. Hmm. Dat is echt indrukwekkend hoe hij begonnen is. Dit zo vol. Daar dan, dan mag zelfs God. geen discussie over zijn. Schot dan... van die McAllister. Oh, jong. Hé, oh, hey, maar dat is. Da <laughs> fuck de vaart toch. Hè. Als da ah, dat is vreselijk om dat afgekeurd te zien. En dat yeah. gaat dan om twee centimeter. Yeah. Ah. Dat had vroeger een lijnrechter volgens mij nooit gevlacht. Dus dat, dat was vroeger een doelpunt geweest. Dat was een fantastische goal als je het nog niet gezien hebt. Mm. Geweldig afstandsschot van dat die man die hij op 6 heeft gezet, dat is ook een goede ja, move, ja. Goede ja, move geweest van, van Potter. Hè. En Kaisiro speelt ook ja. euh, zijn matchen, hè, man. Ja, want want dat, denk... dat zag je toch, hè? Dan moet het toch kunnen bij Beerschot in, in zo'n ploeg. Al was het maar 10 matchen, maar uitblinken. Maar en dat is je ook echt. Hè? Ja, voilà, dan, dan, ben je, dan ben je goed. Hè. Ik weet nog ja. altijd Mark Noé, die zei: Kijk, het is naar D. Was ja. dat in de thuismatch tegen Genk? Dat is ja. super. Dat is super goed. Ja, ja. ja. klopt. Ja. Dat klopt. Een van de weinige matchen die ik vorig zondag van gezien heb. Maar... Ja, dat was, dat was die toevallig die match. Ja, ja. maar ja, ja, match ik... die ze winnen, hè, waar ja, ja. Dat er even de hoop opflakkert, dat was, dat was die match. Ik denk dat ik het hier toen kwam zeggen. Ze redden zich. Ja. Ja. Ze... met die en toen, en, toen, en toen zijn ze achterover gegaan. Ja. Ja. Dus Sam, Sam, Sam heeft voor zich gereden als zien ja. naar de mannen. Ja. Maar jullie dat hebben, hebben ze zelf... over KV Mechelen. Ja, ja, ze redden zich. Ja, lap. Ah ja, de elephant in the room. De elephant in the room. Ze redden zich niet, denk ik. Dus, je had nee. <laughs> Welke o, olifant? Hoe is het, ja, ja, de Nederlandse olifant die op de bank zit bij, bij Mechelen. Hoe is het met Danny? Dat is niet uh, goed. Dat is niet goed. Nee. Is niet goed. Nee. Individuele fouten ook, opnieuw. Ja, ik denk dat wij vier penalties al hebben tegengehaald. Ja, het was wel een heel domme van Jordi van der ja, Ik vind een zalige voetballer. Maar... Tegen Sint-Trijd was ook een heel domme. Vind je dan een ja. zalige voetballer? Ik vind dat talent, misschien. Nee, ik vind dat een hele dat... goede voetballer. Astrid, bedoel, er zijn ja, momenten. Ja, dat die... je denkt: wauw, ja, die overstijgt top. Ja, ja, absoluut. En daarom heeft Brugge die ook gepakt. Maar er zijn te veel momenten. waarop, dat... waarop dat je denkt: ja, oké, okay, maar dit. Ja, en hij, hij wil eigenlijk liever centraal achterin staan. Dat heeft hij al duidelijk aangegeven. Maar, misschien... maar twijfelt hij, hij beter soms? Op of, of net niet? Ja, hij kan de twee spelen. Hè. Nee, maar ik bedoel, aan zichzelf. K komen die denk fouten niet, Ik denk niet. Uh, of dat heeft hij ja, te veel aan zelfvertrouwen? Nee, dat niet, maar soms is hij, hij. is gewoon iemand die soms nonchalant heeft. Dan heeft hij even in een fase, in een wedstrijd nodig waar hij dan denkt dat hij. Dat is uh, toch raar hè, dat je dat blijft? Ja, maar dat, ja, Want jullie zeggen dat toch? Company had dat vroeger ook, hè? Ja, maar, die, maar daarvan zeg je, had dat vroeger ook. Ja, dus maar die, die heeft dan dat... op een bepaald moment die knop omgedraaid. Ja. ja, die is naar Man City, die is ineens na 10 kilo bijgekomen. Dat was, ja, dat was ineens een, ja, een beest geworden en ja. op training moest Moesten daar niet voorbij gaan, want het balletje ging voorbij, maar jij kwam niet voorbij of andersom. Ja. Uh, ja, maar ook, hij kwam in een ploeg, waar degene voor hem nog beter konden voetballen. Ja, ja. En dus daardoor veranders zijn rol. Dat is waar. Dat en is hij, waar. Heeft, hij heeft niet ja. alleen die tien kilo bij, hij heeft ook het idee van: ik ben de beste uitvoerballer ter wereld opgegeven. Ja. ja, maar hij is gewoon dus dat is de in England, mentale dus hij puur ding En ik denk dat Van Erbergen is geen 10 kilo bij. Is niet de man van het duel. Is nog altijd de man van. Eigenlijk ben ik bekkenbouwer. Mm -hmm. In diepst ja, van eigen dag. Misschien dat dat met, met periodes. Dat zal, ik weet niet hoe dat bij, bij Vini is veranderd. Op welk moment of in welke situaties. Maar Jordi zal ook ergens uh, een. een, een Volgens mij was hij in Hamburg al, bij company Ook al. Ja, Jordi zal ergens op een bepaald moment kijken of hij van die nonchalance afgeraakt of niet. En dan zal die verder doorgroeien. Ja. Want het potentieel heeft hij wel. Van Orenbeek ben ik wel fan van. Ja, heeft het ook. Maar is dat... In nu rond of niet? Of altijd niet? wel gebruiken. Misschien tijdens de show. Ja. Dat zou leuk zijn. Ik heb mijn gsm afstaan. Oh, oh. Ze spelen al twintig jaar bij de club van geel en rood. <laughs> nee, nee. Ey, echt, als je die pakt, altijd doen. Ja, ik vind altijd het ook veel logischer doen. dan Vormer. Wat je ook las. wat nu waren of niet, weet ik niet. Maar vind ik hem veel logischer. Duo, bij dit KVM duo, iedereen van... kan Vormer wel gebruiken die daar staat. Verstaan, Kwaliteit de schoos, zeker, maar... dat is toch een geweldig duo. Dan zakt je niet. Nee, nee dan Dat je. denk ik ook niet. Dan zakt je niet. Cruciale uren dus. Alleen vind Koude ik wel, weg, eh, oproep aan Verstraten, als dat, als dat nu echt gaat over ik wil evenveel verdienen als bij Antwerpen, dan denk ik nee. Want bij Antwerpen speel je niet meer. Dus alsjeblieft, ik snap dat je, dat je geld wilt verdienen, dat je contract wilt, maar de voetballers, en ik moet dat niet alleen op hem trekken, maar voetballers die ergens ja, niet meer aan de bak komen, maar wel de hoogte van dat contract, want ik, ik ben dat waar. Nee, nee, je gaat naar een andere ploeg. Een beetje water bij uw wijn. Niemens. Ik wel. Ik erger me ik, daar ik, eigenlijk blauw aan. Ja, maar ik snap. Die... Laat nog maar, hij heeft nog een paar uur. Laat nog maar een bekje gelden van dat. Antwerp heeft met hem dat contract afgesloten. Ja. Antwerp beslist om betere spelers te gaan, waardoor hij met een zwaar contract. contract. Mm -hmm. De bank op doet. Mechelen kan maar zoveel procent betalen. Ja, dat is een Antwerp om, Dat is iets anders. Ja, niet, nee, nee, Mechelen moet niet meer blijven, gaan sorry. bieden, maar ik snap wel dat. je als dat is iets nee, nee, Ik dacht zegt, dat dat ja, over een definitieve transfer ging. Nee, nee, dan ben ik... Dan. Wat ik denk dat Mechelen niet echt definitieve trots bent. Maar dan nog nee, vind ik dat je mag wel eindigen op 80% van je 100 van Antwerpen, Je moet ook van Antwerpen ergens denken. Hey, natuurlijk niet, hij is ook niet door het ijs gezakt bij Antwerpen. Nee, nee, dat nee, is het ding. Dat is ook door het ijs gezakt. He. Er zijn misschien beter voorbeelden dan, dan Bergeverstraat in deze. Absoluut. Ja. Heb je de referentie niet door? Nee. Rem, Rempo even cool? <laughs> je hebt het beste filmpje ooit. Ik heb, echt, echt, ik heb gisteren uh, Guga gezien, echt. Uh, Laurent gezien. Hilarisch. Dus Helemaal het einde van... Was dat de vorige aflevering? Ja, hè. ja. Toen ja. je mij gezegd om dat te bekijken. Ik heb een hele week lang Ik kan het blijven Rempo zien en cool. moet er blijven mee lachen. Ja. Een aanrader. Rempo even cool? Ja. Is. En vooral duidelijk is, we lachen niet met Johan Museum. Maar nee, grote kampioen, maar die lijkt dat zelf en die vindt dat zelf ah ja, ook ja, grappig. Die zet dus... dat ook zelf op internet. Het ja, dus ja, voilà. is, is, is een humoristische, humoristische show die je daar opvoert. Um, Julien Duranville. Dat is een goede, hè? Amai. Ja, mei. Uitstand, stand, die hoog. Ja, Lekker. Keeper moest hij hem hebben, Filip Joos. Ik vind dat geen goede keeper. Kojo ik vind Karo. die, die Roenarson, dat, dat was een topkeeper. Ja. En dit, ah, goed, maar die is minder goed. Ik vind wel dat je daar als keeper ja. eigenlijk was dat je niet verrast. Ja. Dat hij okay, zo uitstandig is. Is zijn job licht. om niet echt verrast te zijn. Hè? <laughs> uh, ja. Ja, nee, van rond de 16 kunnen ze wel trappen. Hij doet het, hij doet het top, hè? Hij ja, doet ja. het echt geweldig. Maar ergens denk ik, allee. misschien een maar beetje had, belemmerd is hij zicht. Dat kan. Hij had al gespeeld. Ook. Ja. Ah ja, ja tjie, gescoord. Hè? En het was per meer dan ja. dat doelpunt. Dat, ja, dat was echt, dat vind ja, ik was tof. Goed, Weet ja, je, was goed, als het ja. alleen die goal is kunnen Ze zeggen. Ze hebben ja. hem alleen maar kunnen afstoppen met een corner weggeven. Ze hebben geen bal afgepakt. Het dus Qua... ging er ook niet altijd voorbij, maar dan was het corner altijd dus heel ja, 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 ja. ja. erg. Een, een elektrische schok in de match. Wat je van een, invaller, van een jonge invaller verwacht, ja. dat, dat moet een jonge invaller doen. En, en dan is, komt altijd de vraag: wat doen trainers daarmee? Ga je die dan polijsten? Of moet je, moet je eigenlijk dit zo lang mogelijk houden? Ja, bij mij is de vraag. Waarom dat bij zo'n, wat je nu al ziet, zo'n grote talenten, um, altijd de, er moet iets gebeuren voor die erin komen. Hmm. Zoals nu met die ziekte. En de, terwijl als je hem nu ziet spelen, zou het niet onlogisch zijn. moesten ze hem gewoon gezet hebben? Nee, dat is waar. Maar ja, dat is, ja, dat ik is heb echt het. al dit seizoen niet die prestatie of die nee, invalbeurt nee, nee, of die dingen wel, gezien. Nee. Dat ik nu net gezien heb. En ik, dat is nu geen verwijt dat ik aan Mazzo wil geven of zo. Want dat zie je over, bij iedereen. Ja, iedereen, iedereen elke speler, zelfs Messi, komt erin. Ja, ja, er moet he? iets gebeuren of er moet iets. Ja. De company heeft hem wel tijdens het einde van, van vorig seizoen al gebracht, hè? Misschien ja. niet. Toen hem 16 net geworden was. Ja. Ja. ja, dat was het afscheidscadeau van Company eigenlijk. Maar ja, een beetje wel. Uh, ja, en denk Nou, ja. ja, Lukaku, hier ja. 16 jaar en ja. Baba Yaro. Ja, Dat is een mooi afscheidscadeau. Um, maar moet hij die nu, Chifo, moet man man die nu zetten? Oh, ja, ja. <laughs> 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 hij Vakker. kan die nu zetten, hè? Gewoon zijn, um, zijn fysieke waarde erin houden, ja, hij kan. Maar wat zou een goed plan zijn voor die Duranville? Dat gisteren een extra time ook gevraagd, maar dat werd niet echt opgepikt, dus ik probeer nog een keer. Nog een keer, nog een keer. Niet weggaan. Nee, ik kan even, want ik pikte in het gisteren al niet op dus. Ja, nee, ja. dat is waar. Nee, kan spelen, hè. zolang hij het goed doet. Maar kan spelen basis dan effectief? Ja. Oké. Okay. Het ja, is wel 16 jaar. Hij moet, hij moet nu gewoon elke match minuten krijgen. Ja, minuten en dan kan hij een keer eens invallen. Ja, voilà. En er zal wel eens een minder match tussen zijn. En dan mag de match dan die misschien. En als, je een een niet, maar... matchen, als je een paar mindere matchen had, moet je gewoon even. Maar het talent staat, uh, de kwaliteit staat uh, uh, buiten kijf. Hè. Ik bedoel, ja, mm. hij heeft, heeft er genoeg. Het is gewoon hoe en wat en wanneer. Mm -hmm. En hoeveel? Even, even om. Uh, uh, Lavia zijn blessure. Uh, iemand die zelf trainer is. Maar ik ga niet zeggen wie, want dan lijkt dat... Het gaat mij gewoon om de gedachtegang. Die zei, ja, dat, dat konden we toch wel verwachten. Ah, ja, natuurlijk matchen. dat hij zich blesseert. En dan, ik vond dat niet. Ik dacht ja. van, oh, waarom is dat natuurlijk? Alleen, maar hij zei: Ja, sorry. Als je Premier League direct begint je en gaat je die vijf op een rij en dan die midweek match, dan wist ik op voorhand. En oké, okay, dat was achteraf gezegd, hè? maar. maar ik vond dat een interessante denkpiste, maar tegelijk denk, snap ik die hazen natuurlijk ook wel. Die denken, ja, ja. ja, maar die heeft ook niks beter. Nee, die die houdt hier mijn midden wel. Ik denk wel dat Southampton de tools heeft. Maar is dat waar? Om die te testen qua spieren of die nog steeds in recuperatie die hebben, de GPS. Je hebt dat je vroeger kon zeggen: van ja, we gaan niet te veel spelen, yeah. want of niveau hoger, dat klopt wel. Hè. Direct Premier League, niveau hoger, allez, het tempo. De, dat klopt allemaal, maar Sowieso. je hebt de waarde, de fysieke waarde, maar, maar da daarna heb je natuurlijk ook de mentale stress. En, maar Steven, maar dat bewijst dat je, dat je zelfs met al die parameters ja, niet, niet exact die kunt, kunt voorspellen. Hè? Nee. Want, want ik denk ook dat die wel goed zullen Wat, geweest zijn. Want als ik aan een, een speler vraag gevoel, ga je, oh ja, goed, 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 ja, goed. Altijd. Dus, en de waarden zijn goed dan. Ja, oké, okay, maar misschien zit hij nog altijd op hotel of midden in een verhuis, heeft hij ruzie met zijn, met zijn vriendin of heeft hij ruzie, weet ik veel, voelt hij zich hmm. mentaal niet, niet top, waardoor die stress krijgt, waardoor die spieren iets sneller verkrampen. Of, of, hmm. ja, en, ja, en dat dan, is van Gal zijn totale mensprincipe, ja. die wil altijd alles weten. Ja, hè? tuurlijk, maar daar... Hmm. Allee, en, dan, en dan kan je... Ja. Maar en dan waarom... nog, als je moet winnen of je, je hebt resultaten nodig, tot hoever... Um, Ga je het risico nemen. Hmm. Maar wie weet, zien ze aan die data, oei, laatste match misschien. Misschien volgende match even ja. rust geven. Ja, misschien is, is, van, bewegen, is, is het een ja, toevalligheid ja, tuurlijk, die het tuurlijk. wat versnelt? En, ja, nee, maar ik vond de stelligheid waarmee hij dat beweerde, vond ik op zich interessant. Ja, omdat ja. om, ik dacht, ja, dat is iemand die. Ja, het met is, die is die natuurlijk wel werkt. zo dat het, dat, dat het makkelijker praten is, na nadruis en zeggen. Maar het, het klopt wel, het is een niveau hoger en het zijn veel wedstrijden op een ja. rij. Maar als die fysieke waarden goed zijn, is al minder reden om te twijfelen. Als je natuurlijk op een bepaalde als je zijn recuperatiewaarde ziet, uh, de dag na wedstrijd of twee dagen, en als je ziet, is te lang nog in een bepaalde zone en dat zakt niet lang, dan kan je al zeggen: oké, okay, hij begint vermoeid te maar geraken. Dat is een bloedprik, hè? Ja, of, of, of met de polar. Hè. Je hebt, ja, ja, ja. Allee, in normaal in het van het ja, Gewoon in... kijken hoe je hartslag. Ja, ja maar ja, je ja, doet ja, in het begin van het seizoen een VO2-max. Ja. Vo wat zijn je zones? Ja, 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 wat zijn je recuperatiezones? En een recuperatietraining moet je bijvoorbeeld zeg maar 60% in ja, ja, ja. recuperatiewaarde. Maar als jij maar 40% in recuperatie en je zit al 30 minuten in een aerobe of anaerobe zone. Dan, is het misschien, dan begin je misschien vermoeid te worden of recuperer je minder snel. Ja, ja, ja. En dan komt de opeenstapeling op van wedstrijden. Melkzuur, waarin het risico op blessure groter is. Ja, ik heb ooit eens naar een trainer geroepen. Het melkzuur zit in mijn keel. <laughs> maar ja, wij trainen op dinsdag altijd. Hey, dat was echt, hè? Dinsdag. Ja, <laughs> die die steven. keer trainen. <laughs> en hey, maar dinsdag dat was fysiek, hè? Man. <laughs> dus <ja. lacht> Dat, we, dat, we, dat was dat... bij Lira ook? Ja, maar ja. We gaan wel veel lopen. Ey, sorry, team, twee dagen na de. Dat is, een, dat is de ergste dag. Dat is de ergste dag. dag. Wij, wij ja, ja. trainden bijna altijd twee dagen na de match. Ja, wij ook vroeger, ja. Ja, maar dat is zwaar, hè? Ja. U uw lijf. Ja, ik, is maar, ik, is ik heb alleen maar dag, heb heb gestopt gestopt al de voetbal met mijn jonge benen. Ik heb nog altijd ruzie met mijn vriendin. Ik had Ik was echt mentaal. Maar je nam dat wel mee. Als je verloor in het weekend, dan was je er wel een week slecht van, hè? Tot de dinsdagtraining mega slecht. Filip. Oh, mega Maar ja, ja, fout school. van mij. Ja. Belachelijk. Maar ja, oké. Okay. Ik kon dat niet relatief. Het spelletje. Ik ja. dat relatief. jij minder? Oh, nee. In het begin van mijn carrière, hè? Pak tot... Uh... Ah, ik denk eigenlijk tot de geboorte van mijn dochter. Echt? Ah, wel? Okay. Echt? En dat is nee, nee, alles. Is... Ik ben blij dat je dat zegt. Ik snap dat heel goed. Maar ik ben gestopt toen, toen Jude kwam. Hmm. Sorry. Maar... Echt waar. Ik zou ik zo'n ik zo ander. Nee, maar zo, dan, dan ik. Aan, ik kon echt nog. Allee, ik, ik, ik kon niet snappen dat men in een bus soms. Oké, okay, soms wordt er eens een grapje gemaakt, wordt er eens gelachen. Maar zo continu lachen na een verloren wedstrijd, ik kon dat niet. ik ook niet. Oeh. Ik kon dat maar niet. Ja. Ik snapte dat niet. Ja, dat trokken het u sowieso allebei nog harder aan dan gewoon wat lachen, toch? Ja, af en toe. Het tegenovergestelde. Ja, 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 ik zou daar ja. normaal onder blijven, maar ik denk dat jullie ja, ja. twee allebei typen zijn die. Ah, ik Kijk, ik kijk, kijk oké, okay, slecht, oké, okay, verloren. Ik doe mijn. Ze mijn, <laughs> ah, zeggen nu lachen, maar dan. Ik doe mijn oordopjes in, ik kijk naar een film. Ah, en dan hoor ik zo, oké, okay, af en toe is lachen, maar zo luid lachen in de bus wanneer je terugrijdt. Ja, ik had daar problemen mee wij hadden, wij hadden vier vijf mannen wij, wij kropen samen en we begonnen wat is er gebeurd wij, wij begonnen ja waar? soms ja dat de, op iedereen af te van breken van terug nee nee maar wat is er gebeurd wat, dat mag niet meer waar, waarom ja. waarom maar, maar ik, ik lost het op dat moment op nee maar ik kon ik kon dan nee, niet maar dat deed mij Nee, maar ik kon weg. niet begrijpen hoe dat waarom dat die jongens zo continu lachtig ik zeg ik wil kampioen spelen bijvoorbeeld en dit en dan, toen ik mijn dochter heb gehad, ik: Ik kom thuis en die, mijn dochter zei: Papa, mag ik spelen? Of, of wil jij spelen met mij? En dan, ja, dan verandert alles. Ja. Dan dat was meteen weg dan. Dus dat als baby al. Ja, maar dan Papa heb ik. Het met ja, nou, <laughs> ja nou, dan ja. nee. <laughs> is Papa paardje rijden. Maar dus eigenlijk hield hij een soort van uh, extra time na de, na de verloren match. Oh, <laughs> ja, met vier, vijf <laughs> mensen samen. Ja. Even alles afkraken. Ja, oké. Okay. Nee, niet alles afkraken. <laughs> dat niet. Dat, joh, nee, dat, dat is te negatief. Nee, nee, nee. Maar ik denk wel dat we dat antwoorden denk. zoeken. Antwoorden? Ja, zo ja maar soms speelt je goed en verlies ja, je. En dan zeg je: maar hoe kan dat dat die een bal er niet ja. ging? Of dat of dat, wij hadden toch altijd 3-0 moeten. Want daar kon ik mee om. Oké, okay. met goed spelen en verliezen kon ik om. Ik geef mee dat uh, Trossaren en Didi, dat is al veel sneller opgezocht trouwens, ja. maar ja. okay. <laughs> dat dus ze dat internet gaan dat gaan draaien. Zo. Dus, ja. Dat die een half jaar samen hebben gespeeld. Is net ja. net uh, overlappend. En dan is Ndidi maar dan Ndidi gaat Trossaren zelfs niet veel gespeeld hebben, denk ik. Nee. Voilà. Terwijl je meestal in het voordeel als verdediger. Hè? Als je tegen iemand speelt met wie je getraind hebt... Ja, maar... Dat is wel een tijdje geleden. Nee, dat is niet geleden. Maar ik bedoel, maar, dat ay, waar, maar Die beweging was echt... Ay, dat was maar eigenlijk. een Didi was ook te laks aan het verdedigen. Ja, maar op dat moment met. had een Didi ook niet verwacht. Ik dacht nee. ook niet dat hij nog bij die bal ging komen. Helemaal in het begin dacht ik, oh, die is kwijt. Het bewijst dat hij ook... Qua power. Echt waar. De Drossaar van in Leuven. kon die beweging. Ging nooit voorbij. De en die die van Hij voelt zich ook heel goed. Hij is gewoon. Maar dat is ook een teken dat je heel goed. in die flow zit. Zijn Zijn balans en evenwicht. is ook geweldig. Je kunt een duw geven. En toch blijft hij op zijn benen staan. Het zijn cijfers. Alleen. Ja, je moet de credits wel geven. Want had iemand dat gedacht. dat hij zo'n jonge bij Wagel. Dat je van gedacht, top België, genk terug, dat wel zeker. Bij Wajel, dit... de eerste keer, ah, dit niet. Nee, maar wel toch. de eerste keer, wauw, die gaat, die gaat iets worden. Bij Wajel. Niet nie, nie de eerste keer bij Genk. Ja, nee. Maar die, dat uitleen, die speelde fantastisch voetbal. Hè. Die degradeerde me met Ferreira. Die yeah. speelde echt top voetbal. <laughs> je ja, zit ja, een match, er zitten kraaien van de pret op de tribune. Van wauw. Die verloren we. Ja, ja, Bob Peters was er heel kwaad over op man. Oh, Homme Ferrero slapen. <laughs> omdat ik, mag ik, ik ergens die mannen had omhoog gestoken van wauw. Ik denk dat dat tegen een proef van Bob wat, tegen serkelen, was, deed Of sterker? En, die, ah, ja, die en die dat snap ik dan ook natuurlijk. wel weer. Die, 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 ja. 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 Ik heb dat niet gedaan. Sindsdien mag je niet meer uit. Ik slaap met Vrijheid. <laughs> niet, niet, niet geslapen met Vrijheid. Uh, het middenveld van Anderlecht, dat is wel een, een vraagstuk dat we een keer moeten oplossen, denk ik, Sam. Heb jij er? Sam mag, dat, heel, Sam mag dat oplossen. Ik las in de krant al acht verschillende combinaties en dat moet kloppen. En dat gaat natuurlijk ook over. Er zijn al wat wedstrijden gespeeld door, door Anderlecht. Wat is uh, het beste ja, ik... middenveld? Eigenlijk ideaal zit jaar. Nu was ze nu trepel, wel een hè? beetje, nu een beetje geplaagd natuurlijk door die buiten. Absoluut. Ja, verscharen Verscharen begon goed, maar vond ik toch de laatste weken ook niet Plat. meer. Echt, ja. ja Kortier is in zijn verscharen. ik, denk maar ik wel. moet je zetten, ja. ja, zeker als er niet is. Ja. Als je meer nodig. Ja. Maar ik wou even nog zeggen om te hebben over Duranville. Ja. Maar die Sadiki speelt ook echt een fenomenale match. Moet wel groot krijgen. Dat mm. is ook bijna op het einde van de match. Ja. Maar we moeten ook wel. Vermeld worden ja. dat was ook wel echt indrukwekkend. Mm -hmm. Ja, ja ik, terwijl ik die ervoor. Dat is, maar hij is nog heel jong, ja, ja, ja. Laat oh, hem deze matchen shit. spelen en dan. Absoluut. absoluut. Dit, kan, dit kan zijn, zijn begin zijn. Mm. Maar het middenveld is, 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 is het probleem in het middenveld dat er nu stond, dat ik ook het gevoel, is niet in staat om zijn man voorbij te gaan. Wow. Dus de hele tijd de dieptepasjes, de, de combinatie zoeken, was gemakkelijker om op te verdedigen. Maar die dieptepasjes, ja, die waren er ook niet echt. Hè. Het, was, nee. het was het gebrein, het en het lopen misschien ja. van voor ook ergens. Ja. Ik vond nu heel, vind het heel moeilijk het, om het. Alleen, en ik wil zitten wel het al deze een paar momenten nu. Ja. Nee, Alleen. Zwaar. Ik zeg niet dat die er al Vreem, is. Ja. En ik weet niet of dat ooit gaat komen. Dat is volgens mij niet het niveau Cirquez, zeker niet. Want dat, dat was echt een. Is... Dat was een topduo geweest. Hè. Als je die Zirkzee, terug, hadden gaat Cirquez had, Silva. Zirkzee, Silva. Ja. Want Silva heeft wel. Silva wil wel dingen in beweging krijgen. Ik hou er wel van, van dat type spits. Die, 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 zijn, ah, die blijft proberen. Ja, die, die is continu boos als iets niet lukt. Ja. En of het nu zijn eigen is of de andere. Voilà. En dat er, gaat, lukt, jou, er lukt veel niet op dit boos. moment ja. wel weer. He, tegenover in het begin lukte alles. Maar die blijft niet bij de pakken zitten. Die ja, heeft een soort ja. jeugdig enthousiasme. Dat... Dan toch weer een goal, hè? Ja, voilà. ja, de, ja, ja, de bal valt een beetje voor hem, ja. knalt hem wel meteen. Niet dus, nadenken. Nou nee. ja, en zijn reactie bij het doelpunt is ook leuk voor het publiek, denk ik. Het ja. was zeer verbeterd. Ja. Mm -hmm. ja. Maar ja, het was vaak dan op iemand anders dat de bal niet gaf of iets dat slecht mm. liep. Maar ook als hij zelf de controle miste, ook streng voor zichzelf. Ja. Dus ik denk dat daar het probleem niet ligt. Maar mm. ja, De vraag is: is uw kern beter dan die van vorig jaar? Dat weet ik wel niet. Moet al veel van vertongen afhangen ook, maar. Maar uh, je ziet toch, als vertongen inkwam, dat, dat, dat gaf toch weer een andere schoen. Hè? Ja. Die ook, pakt die bal die, die ziet die ruimte, die gaat los in die ook, ruimte. Steven, ook, Steven, omdat, omdat dat voor hem, denk ik, de ideale... Aye, voor zijn positie, nu, is dat de ideale match om in te vallen. Hè? Hij deed het goed, en hij kan dat. Er zijn er weinig die dat kunnen op die positie, hij kan dat wel. Maar dat is niet zoals spelen in een topmatch, waar dat je ook constant... Ja, stand. Maar Het was gaat gewoon iets bal krijgen, indribbelen, goede pas geven. Ja, dat kan Jan aan Ja, Het was iets meer dan dat. Het was wel proberen de man aan de tweede paal te vinden. Ja. En, dan, en, dan, en dan zat er wel Levin hè, in zijn nee, spel. Maar, nee, ik, ah. Dat bedoel ik. Het was niet zo de simpele, simpele bal. Hij moest niet... Nee. Hij moest, niet, hij moest, niet hij moest niet verdedigen. Hè. Maar dat is ook een beetje de bedoeling, denk ik. Als hij die positie gaat ja. overnemen, wat ik wel denk dat het gaat zijn, dat hij dat niet te veel moet doen ook niet. Ja, maar in topmatchen... Als je, als je naar Club Brugge trekt. Dus, maar dat is goed, hè. Ik zeg niet ja, dat je dat niet kan, hè. Maar bedoel, dit nee. was nu... Dit was, Vertongen speelde, behalve het resultaat en de klok, speelde in voor hem een zetel. Ja. Nou, maar en, hij gaat er uh, nog zomaar uh, spelen, hè. Heel zot. Die, allez, zot. Ik was in het Stijland, Toen hij kwam opwarmen, echt heel dat OJL-vak. Respect uh, yeah. yeah. aan de aan geven. Toen hij opkwam, ik vond dat ook enorm luid. Dat leek hmm. een beetje zo'n legende die terugkwam qua luidheid. Ja. Heel stijgend, onrecht, echt te enthousiast. Dat ja, is een legende. Nee? Ja, dat is een legende. Van Natuurlijk is er ook Ja, maar ja, ze ja, hebben vergeten compagnie company die nee, nee, geblesseerd van nee, het veld nee, gaat. Nee, en nee. dat ze nee. bij Genk en niet enkel. Dat pleit voor de supporters van. Ja, voilà, vind ik ook. Dus dat mag ook even gezegd ja. worden. En Oazel ook? Of Ze is... ook voor, uh, kwam ook duidelijk met een plan. Ja, ja, maar, ja, ja, het... ja, maar Mark Breijs Sorry, is er één in plan heeft, Ja, dat uh... is, het, is het Mark Breijs. Hè? Ja, 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 maar dan zal het ik top het top ook trainer, iedere he? keer als het me opvalt nog blijven zeggen. Nee, ja, absoluut. Uh, ja, ja, nee, dat is... Spreads. absoluut ja, ben Je bent wel een beetje aan het slijmen, is dat omdat je volgende week te gast bent? Uh, in, <laughs> van je wilde de ook, of ook. Een hors d'oeuvre. we gaan straks het hebben over, over Charleroi. Ja, dus cool. jij gaat naar Leuven-Charleroi gaan kijken, nu zaterdag is dat denk ik, hè. Uh, Om half negen. Ja, ja, is zaterig, het is zaterig, ja. ja, nu zaterdag. gaan ja. ja, we eruit. gaat er goed ontvangen worden. misschien door wat persoonlijk. Is. oh merci. dat denk ik niet. nee. nee, dat nee. Denk ik focus niet. op de wedstrijd. Ja. zeg maar, Matthieu Maartens ook een mensen. want week na week toont hij ja. hele fraaie dingen op. Uh, oh, op Belgische ja. velden. ik snap dat brugge die uh, dat geprobeerd heeft. zeer direct. Hè. Die, 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 die gaat altijd ja. vooruit. Hè. Ja. Ja. Maar, maar ook zuiver. Ja, ja, en dat, die niet zomaar wel leuk raken. die ene past die bal als hij aan de zijlijn stond en in de diepte, dat is echt goed. en die loopt goed. en die is daar goed. hè? Ja, ik vind wel. dat een raadsel. Oh, ja, Tomari. maar dat Snap je vind waarom de... ik het een raadsel vind? Ja. Dat is, maar... De slechte match van de OJL is die bij far de slechtste. Maar, maar de tegen standaard was hij de... heel goed. Ja. Ja. Tegen en dan zie je dat is kwaliteit. Dat, dat is in, 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 Tegen grote, ja, zwaar. Standaard houden we in het midden. hebben heel veel punten. Er, he? is, er is wel bizar. Het heeft evenveel punten. Ja, maar ik bedoel. Qua kwaliteit van spelers vind ik het niet meer. Maar nee, er is wel iets bizar om. Dat zijn communicerende vaten met golizade en, en Tam, Die lijken op elkaar hè, qua speelstijl. Uh, Tamarien en, uh, en ja. Golizade, ja. Maar die, dat zijn, als de ene goed is, oh. <laughs> dus, die zijn zelden. Nu, nu had Golizade nog één geweldige actie. Hè. Ja, maar dat is zo... Ik, ik heb dus het gevoel maar dat hij die... Heeft iemand die ooit al in dezelfde ruimte gezien? Eigenlijk, hoor, is dat, de of, of dat zijn dezelfde. Misschien. Misschien. <laughs> misschien is, die heeft een Iraans en een Jordaans paspoort. Ja, ja. Ligt dat ver van elkaar? Ja, ja, dat is een beetje racist, denk ik. Iran en Jordanië liggen niet te dicht bij elkaar. Um, het is rust, heb ik net te horen gekregen. Heeft iemand die ooit al in dezelfde <laughs> ruimte gezien? Dat is een goeie eigenlijk. Ja, dankjewel. Dankjewel, jongens. Merci. Het is rust. Ja, 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 Steven. Voorbereid. Ja. Het is er ook heel warm trouwens. Het is, Stel echt, het is echt fucking echt al. Stel de vraag: he? ik drink, ja, dan hebben ze ook een kans. Hè? Ja. <laughs> oh, mooi hoor. Ja. Ze de het vorig seizoen vergeten? Misschien... Dus Philippe mag eerst nog niet meer. Kroos. Maar al die status eerst... hier. Oké. Okay. Nee, nee. Voilà. Welke drie Duitsers speelden in de Champions League finale van 2018? Uh, 2018. Dus okay. dat was Liverpool, Acarius. Ja. Ja. Kroos. Ik heb gedacht dat jij nog niet mocht meenemen. Ik ja, ah, had al een antwoord gegeven. Ja. Dus Karius. Kedira? en... Nee. Ah, en nee, Emre Can. Ja. Ja. Chan Niet ja. Karius. Nee, nee, dat was altijd fout. Oké. Dus Kroos, nee, nee, Chan en, uh, en ja. Karius. Ja, ik heb eens een boze mail gekregen dat ik te weinig kennis heb van voor de jaren negentig van het voetbal. Maar dan denk ik van. Maar is dat nu zo belangrijk? Ja, We en ook, en, ja. <laughs> Nee, natuurlijk ja, niet. Ja. Ja, dat ja, toch. Dus dat is eigenlijk een mail van iemand die vindt dat je, dat je ja, in het ik archief weet, moet kruipen. Je nu... weet alleen maar over voetbal van nu. Dat ik denk, ja, ja. sinds dat ik leef, ja... ja. ja. Evert Winkelmans is natuurlijk wel een hele goede. Het was niet van hem uh, met de mail, trouwens. Nu klonk dat precies. Ja. Waarschijnlijk wel, maar met een andere naam: ja. Evert We... Winkelmans. Het ja. was van Renk... Rempo. Ja, allez, ja. Ja. Rempo, even cool. Was... Als ik dat filmpje nog nooit gezien hebt, is dat alleen. Maar uh... ja, ik hoop dat iedereen het gezien heeft die luistert. Ja. En anders dus nog het doen. Ja, zeker wel. Um... Ja, was, lieve Sam. Zodat ja. ik zeg pak ik mijn boekje. Ja, ja. Ja. ja, Eerst Charleroi? Ja, kom, nee, eerst Charleroi. Eerst Ik ben blij met het concept dat we hebben ingevoerd. Charleroi okay. is een ploeg die ik eigenlijk echt ja. niet, niet echt veel sympathie voor heb. En nu dat ik ze die match gezien heb, ook qua team gezien heb. Eigenlijk ja. een leuke ploeg. Eigenlijk mag top 8 echt wel... Ja, maar die hebben al, ja, al jaren dezelfde. hele goede stabiliteit, goede ja, maar omdat spelers. ze zo grijs zijn, ben ik er eigenlijk totaal maar niet meer Ik vind normaal. de ploeg niet grijs. nee, ik vind nee de ploeg maar, al ja, de jaren niet meer grijs. In, in, in klassementen zo ook, ja. altijd zo net niet genoeg meedoen voor play-offen of play Ja, ja. ja oké, okay, maar met die vier ja, het blijft ook leven, wel een spits verkopen en in de winterstop als hij er twintig heeft gemaakt, bij wijze van spreken. Ja. Dat was nu de laatste. Ja, dan gaan we dat blijven doen. Dus dat wordt goed gewerkt. er wordt goed gewerkt. Wel heel grappig. Dus ik werd hier vorige week, voor voor blok gezet. Door mijn vriend <laughs> zijn er over de keeper. Ja. Koffie. Ja, maar die was. speelde niet. Ja. <laughs> die was er niet bij. Dat klopt. Het was patroon. oh <laughs> Joris Joris heeft. Ach, in uh, Sportsweet Night. De. Ach. Ik weet niet ja, meer wat ze zei Ja, wat doet het zonder koffie? Ja, of, of ja, ja, een tequila patroon. Maar nee, maar het, het, <laughs> het, 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 het. patroon is nu de baas in doel of zoiets. Oh, hè. dan denk je van, ja, Anders is dat maar gewoon. <laughs> en oh, ik vind dat goed. Moet dat dan grapje dan moeten, ook goed. moeten maken, Maar jij maakt de kei veel, hè? Maar hij doet dat heel goed. Ik dacht van, oh nee, ja. Uh, dus, van de woordmapjes. Ja, zeg maar. Nee, dat vond ik al grappig. Uh, <laughs> dan de driehoek middenveld vind ik een beetje een, een atypische driehoek. Ik heb het al kort gezegd. Dus Ilama, Hirita, Ilama, Mahirita, ja. ja. Maar Jelle kunt dat sowieso maar met ons. 100 keer al uitgesteld. Zorgan en Morioka. Hé, <laughs> hey, Zorgan is een topper, hè. Ja. Ik vind die heel complementair, allebei. Hey. Ja, maar wel ja. toch in een super voetballende ja. ploeg. Ja, dat ja, Maar, tuurlijk, we echt, maar waren ja, niet echt supervoetballend. In Gent ook niet. Nee, maar in Shalabagent, dat zijn vaak heel stugge matches. Dat was een vreselijke 0-0 vorig jaar. Ja. Maar, maar je uh, kent de histoire van Gent, Charleroi. Het is een beetje ja, Frans. Een beetje histoire. Wel. Maar. Je uh, suis changé. <laughs> je changé, mijn Morioka achteruit. Dat Kijk, was, was, was Bellossine. Ja, uh. ja dat, was, dat, was, dat heeft Morioka ook wel veranderd. En Charleroi helemaal veranderd. Uh. Ja. Maar die drie spelen, dat gebeurt. Maar Ilan Marutra kan wel. Uh, ja. Uh, uh, ja, een, die durft af en toe een schop schopje. Ja, en ja. Zorgan heeft ook traag power, uh, goede uh, pas. Ja. Zorgan is traag, hè? Dat is het enige. Ja, anders. Zou maar die blijft heen. wel. Ja, ja, ja. Dus die compenseert dan een beetje. Ja. Ja, ja maar mij doet hij denken aan een donker altijd. Zo dan als ik die zie spelen. Ook omdat hij met zijn. Die heeft ook enorme schouders. Een goede Iets pas, meer zuivere Dat techniek, denk ik. Ja, ja, ja tuurlijk. Eén ja, ja. op één. Zuivere, de... de dus wat we wel. vroeger als, als alleen maar techniek zagen. Hè? Ja. Ik denk dat de donker ook veel meer kan lopen dan, dan zorgant. Ja, absoluut. Dus 100%. eigenlijk lijken ze toch al niet op Nee, nee, maar het 100%. is absoluut. Wat zeg je? De donker, 100% dat die meer kan lopen. Ja, 100%. Inhouding, bedoel je? Ja, 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 ja tuurlijk. Ja. En hoe, manier op die, hoe ze op het veld bewegen. Ja. Rijmans uh, en een Benzal speelden in de spits. Ja. Vind ik ook weer een raar duo, eigenlijk. Ja. Ik vind dat als ze iemand, ja, als ze ja, iemand iets gaan halen, ik weet niet hoe lang het nog ja. duurt, Dat ik precies toch nog een spits gaan halen en hoe speelden ze? Hij onder, Hij is een beetje eronder. Ja, die is dat wel. En benza man die mag lopen. Want ja, normaal gezien spelen ze met zijn carrière toch die in Benza. Ja, dat is super rare carrière. Hij tegen Manchester United zelfs. Met Huddersfield, Ja, ja, ja. Ja, maar Huddersfield Absoluut Ja, En die was, ja, die was in tweede klasse. Met Huddersfield, toen hij zakte, speelde hij ook nog en scoorde hij ook nog. En Kayembe stond in de in de Echt? Nee. 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 Ik dacht dat ik daar ergens gelezen had. Ja, maar dat heeft er al een paar keer gestaan. Zeker vorige week. Ik, vind dat niet... ik ga ik zelfs eerlijk doen. zeggen, ik was in slaap gevallen in de tweede helft en ik heb dat vandaag <laughs> nieuw gekeken. What? Nee, nee niet ja, ja, opnieuw. De deal, vandaag de vandaag was... hebben we dat voor de eerste keer gekeken. Ja, ja. Het <laughs> <Ja. laughs> doet niet alsof wij nu allemaal moeten in zwijn vallen. Nee, nee, op de twee absoluut Twee keer niet. de Elf van wat gezien, nee. Ga jij hem <laughs> weer spelen in drie maanden defensie? <laughs> ja! <laughs> maar ja, was speelt ernaast. Ja. En, um, en tegen Club Brugge was dat ook al sowieso. Dat weet ik, want die match heb ik gelijk niet Wat dat voor hem... Hij is raar, want hij is begonnen als linksbuiten. Ja, van, ja. Ik, vind dat nu, ik heb niet het gevoel dat je daarmee de matamove move uh, kunt maken. maar Misschien ben ik mis, hè? maar die is, dat is oh, toch frivoler. Misschien later met, met heel veel ervaring. Maar, maar normaal gezien, en ik spreek dan een beetje tegen mijn club van de maand. Normaal gezien mogen ze die match ook wel niet winnen. Als Gent die rode kaart niet nee. maakt. Eigenlijk in tien minuten gaat, of in ja. vijf minuten zelfs, gaat het licht wat het begint. En door die rode kaart komen ze daar ook niet meer te boven. Kunnen ze toch weer dat het ook gewoon 0-2 moeten zijn met die, met die bal van Samawa ja. en dan Kuipers die, ja. die gewoon moet binnenleggen en dan is die match gewoon gespeeld lijkt mij mm -hmm. dus wil je liever Gent volgen dan Charleroi als je die ziet spelen nee nee toch niet mm -hmm. nee omdat Gent wel sowieso al een beetje meer volg dan Charleroi oh ja oké okay, ja. op die manier maar kijk uit Gent naar, is beter naar volgende week of daar zou ik nooit ja? naar kijken, naar die match. Oh en nee, denk dat dat, denk ik dat dan een hele ja, toffe match gaat ja. zijn. En een belangrijke match voor beide ploegen. Voor ik denk echt dat Waarom mogen ze hun ambitie. Ja, ja. Dat, ja dat, zijn, dat, zijn zo, dat zijn de matchen onder de topploegen die, die vaak heel, heel leuk zijn. Dat is leuker dan een topploeg tegen een minder goede ploeg. Hmm. Maar ja, we hebben, daar, we hebben daar al iets over gehad. Ik kijk liever naar, naar Dortmund-Leverkusen dan naar die match. Ah, ja, in de ja, okay. Ik weet uh, dat jullie nee, allebei nee, daar anders nee. hebben maar... Nee, nee, liever. Nee, die vraag staat toch sowieso niet ooit liever. bij ons? Ik kun jullie Belgisch voetbal. Oh, ja. 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 alleen, alleen Engels voetbal primeert nog, voor mij. Allee, licht in balans. Ik heb, ja. ja, heb er ook nog op geschreven: die een Hong die heeft wel echt iets. Ja, ja, ja. Slimme speler en ook veel, in, ja, toch redelijk snel veel impact. En en zonder op dat team, die allemaal, ja. Ja, die allemaal doet. Ja, die, ja, qua loopvermogen is hij waarschijnlijk schijnt. Uh, bij mij, valt bijvoorbeeld, wie bij mij tegenvalt, is die Haugen. Maar en, dat is ook weer nog snel. Hè? Hebben we er al iets van gezien eigenlijk? Ja, ik, die, die zijn wedstrijd uh, tegen Nicosia, dan gaat het mij niet over. Maar twee, drie baltoetsen nodig hebben voor je gedraaid bent, dat, ah, dat nee. is het probleem. Ik, ik, heb, ik weet niet tegen wie een, een, een supermooie aanname zien doen. En Het gevolg ja. het vervolg was slecht. Ja, ik, wel, misschien dat ze me ondertussen al zeggen, hè, van, je moet, maar, van iemand die toch door Milan ooit gepakt, denk ik, allez, dat viel mij in die match tegen. Ja, maar ik kan een moment opnemen. Puur, ja, maar ja, dat is puur technisch. Ik heb het ook altijd lastig met mannen die zeggen, ja, oh, ik ben een tijd oud en daarom was ik minder. Ik denk, puur technisch, als je echt goed kunt shotten, verandert dat volgens mij niet. Ik traf welke blessure natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar als je, als je, als je ik uit. zeg maar iets, drie, vier weken niet gespeeld, ja, ja, en ja dan, dus dan dat zeggen van, u, dat, is iets dat vind straf, ik, dat dan denk straf, ik niet. Uh -huh. Bij mijn clubwatcherheid hoort ook dat ik die. Wat je vreselijk. Wat Een beetje een ziekte. Dat ik die volg op social media. ik heb even al ontvolgd. Heeft Jalalalas. al wat social media. Absoluut, nog wel oké ook. Wat is die doen ook in de Rus De Crossbar Challenge. Echt nog wel leuk. Echt? Ja, en op het veld ook. gewoon. ben Ik ben verbaasd. kom chotten of Zal de wijze Crossbar Challenge. Ja. Zullen zien vijf. als je dat niet wint, man. Ja, dat zou wel pijnlijk zijn, hein, Steven, als je dat niet wint. En Rijn Verbouwweide komt aan. En Philippe ook eigenlijk. Hè? Ja, oh. je moet geen keeper hebben. voor... Maar ah, de dan. verliezer moet hij niet. Nee, die nee. Die. maar Rijn Verbouwweide was. Die, die, ah ja, die, die was een trapper. Die die elke, vijf op vijf of zoiets. En ja, die, zijn, die, die zijn ploeg, die waren zot, hè? want die deed niet anders als dat doen op training. Hè? Dan speelde die een <laughs> op, op een korte ruimte en dan, dan die hij eruit. En dan viel, Ja, korte ruimte, dat kan enorm snel wisselen. Ja. En Verbalwede, die pakte een bal en die ging dan, en die trapte naar de lat. Alleen die. Het schijnt echt, maar hij wel gewonnen. Toch? Van uh, de broer van Lotte Lambert. Lam ja, Erik Rambeij. Met die overleden. die mensen is overleden. Ja, mens is overleden. Ja. Dat, was, dat is ook wel een goed verhaal, niet? Was dat niet, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik heb dan een keer gehoord, denk ik, dat dat, dat eerste filmpje fake was, waarin dat hij tien keer op de lat trapt in zoveel tijd of vijf keer op de lat. Fake? Ik dacht nee, dat dat. Is niet omgekeerd dan. En dat hem dan live naar de studio moest komen van studio 1. Of van Extra Time toen al? Nee. Nee dat? Nee, nee, dat was Studio 1. De mensen. De en dat hij dan op een week tijd heeft getraind, omdat hij wist van, ja shit, daar moet ik dan dat echt kunnen. Ja? En dat hij dat dan ja. fenomenaal goed deed. Dat weet ik niet. Dat is het verhaal dat ik heb gehoord. Maar ik weet niet meer van wie. Ik weet ook niet of ik het mocht zeggen, maar kijk. We zitten in de podcast. We hebben een reputatie, Aster. Denk eraan. We smeuren ze niet. Het is al om zeep zeepsteven. Niks meer om te doen. De schorsing van... Of de, de overtreding van Okumu. Daar moeten we het wel nog over hebben. Ik heb hier letterlijk... Allez, dus in mijn puntjes, want ik ben geen echt analist. Maar ik schrijf in puntjes. Okumu is, is gewoon rood. Niet meer. Hij is genoeg gestraft. Dat heb ik letterlijk tijdens die match opgeschreven. Het was de eerste helft, Ik was nog wakker. Dus ik dacht dat toen al van... ja dit, Ik begreep zelfs zijn reactie. Ik begrijp ook dat het ja. rood is. Maar ik begrijp ook wel, als iemand in de rug, en je voelt sowieso ja. wel echt een boks op je rug, dat je omdraait en dat je eerste reactie een, een, een duw is. Het is ja. geen slag naar een gezicht. Het is... Dat was er ook nog met die getapte hand, hè? die slag. Van een benza? Ja. Dus dat ik vraag ja. mij af of dat, of dat dan... Dat helpt. Nee, wat dat harder aankomt. Ja, en ja, dat, dus dat je zelf, dat zelf daar minder van voelt dan misschien ook. Ja, en de anderen net iets meer met dat ja, getapet. Ja. Allee. Ja, kan wel. Het was filijn van een benza en... Het was absoluut niet filijn van een koem. Het was zeer oprecht. Het was. Hé, was, hey, wat doe jij nu? Maar goed, je mag dat niet doen natuurlijk. Op het en het was niet nodig van een benza. Nee, Want hij wordt de pas afgesneden. Je mocht dan wel, denk ik, een ja. duw zelf ja, geven. Was. Maar dan zou hij ook niet. Het is echt de slag die het hem doet. Als hij niet reageert, denk ik dat een Benza geel krijgt. Denk je dat? Nee. nee ja, dat dan, dan gebeurt er niks. Never. Dat vind ik ook vervelend. Dat een benza moet, dat moet geel wel geel, geel zijn. Ja, dat wel. Maar die krijgt nooit geel. Oh, Oké. Okay. Je hebt het gehoord, hè? Nooit hè? De koning heeft het gezegd. Nee. <laughs> voor dat ik denk, allez, ik, ik kan zou het alles heel wel geven. En in het in ja, maar het werd toen ook gezegd van, ja, moet misschien ook wel geel voor een benza geven. Maar, ja. Ja. ja, Maar nu dus 3 plus één. Eigenlijk zeker. Drie ja, plus 1. Ja. Die plus één. van wat? Ja, dat, dat vind die ik 3. Omdat een, een reactie. Ja, maar ze hebben een, ze hebben een ja, tabel. Een indicatieve tabel. En Echt de reactie is altijd zo gezegd zwaarder en dat klopt niet meer. Ja, ja of je Dat is ja, een reactie in een gezichtsslag, is zo'n ja. verschil met dit. Ja, maar duidelijk, maar ze hebben een tabel. Ja. Dat, ja, dat, maar dat maakt het waanzinnig wat dat is. En dat gaat ook over in de jaren. Weet je, dat is begonnen. Dat was vroeger zo, hè. Reageren in het voetbal was vier weken. Echt, hè? En, maar dat, dat komt uit de tijd, in 1950, dat je ook niet tegen de leraar mocht zeggen, als die een fout maakte, dat je de maatschappij ja. iets wel enigszins ja. verandert En ik ben akkoord dat niet iedereen zich moet omdraaien en een staflet niemand iemand zijn gezicht moet geven. Echt niet. En gelukkig niet. En, en ik zeg niet dat de jaren 50 slecht waren, maar, maar hmm. dofies zeggen van, een reactie, wat ze ook is, is... He, een lijfelijke reactie is dofies minstens drie spelers. Ja, kijken, al, en dat is wat die tabel doet. Dat is fout. Maar ze kijken al zo gezegd eh, qua dingen naar de impact van een, van een tackle. Ja. Dan kun je toch kijken naar de impact van, een, van, van een reactie. Van, van een, van een, een reactie zicht. moet je gewoon gradaties krijgen. Absoluut. Ja. Ja. Ik wou zeggen goud, zilder, brons, maar dat is misschien de juiste term. <laughs> oh, nee, maar dat, dat klopt. Knokkoud, dat is goud. <laughs> ja, ja, dat is goud. <laughs> <Knok -out. laughs> <Knok -out. laughs> oh. Knokout, zeg dat geen dat nieuwe een, serie op 14 Max? Nee, dat is een discotheek in Knokken toch? Uh, nee, ik denk dat kindje niet Waterloo. Oké, okay, ja, <laughs> Dus bij deze toch een beetje sympathie ook voor. Koemoet ook was dom, hè, maar hij is zwaar gestraft. Ook dus in een coach. Ik denk niet dat hij leuke dagen uh, tegemoet gaat. Oh ja, hij had dat zelf doorrecht meteen. Nee, maar Dat is een brave gast ook. Die ja, daarom. Die ja. nog nooit, vind ik. Allee, die, die, die gaat stevig in duel. Die is supersnel. Die is echt een goede verdediger. Ja, maar die supersnel. heeft toch nog nooit iets ja. gedaan. Nee, no nee. Waarvan geen, je geen, ogen open trok en dacht: oei. Ja. En pas op, ik denk, Allee. Dat er geen zin is tegen Hen van Hazenbroek binnen de arbitrale wereld. Dat zal wel, hè. Ja, dat mag, mag geen. Nee, dat mag niet. Maar ik heb, en, dat is, en dat is een schande, want hij heeft gewoon gelijk heel vaak. Maar oké, okay, dat, dat is wel pijnlijk voor die. Ja. En voor de, dat de top denkt: van, daar is hij weer. Ja. Uh, mij nogmaals bijna altijd gelijk. Maar ik weet niet, ik heb een told gezien. Ik had een lange treinreis. Dus uh, over een scheidsrechter in de NBA. Die één fout en dat heeft een heel grote impact of zoiets. Die stond niet mijn uh, ja, favoriet. Hè? Ja, hoe uh, heet het? Een het, 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 Untolden. Um, ja, maar de, de docu zelf is uh, Clearfall zo. Ik weet het niet. Maar dat is dus een, een gast die, die in het, in het maffiamilieu geraakt. Uh, Elk, ja. die maar ik had gewoon even de paarden. De met het gokken, dus die aan ja, een goksyndicaat. Nee, een nee, 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 ja, scheidsrechter. Er is ook een van de spelers op. Een scheidsrechter. En die is dus die geraakt via via in een in syndicaat betrokken met echt gasten die die, ene, die die is nog altijd vier dat hij erbij was Een iets zo een <laughs> nepal jas, man. echt niet normaal maar, maar die, uh, en en hij ja heel zijn leven is eigenlijk omzeep door het feit dat hij daar een, hij gokte zelf op matchen. En zijn verdediging is, ja, maar ik, ik heb nooit een beslissing genomen om die match te beïnvloeden. Het enige wat ik wist, en dat vond ik interessant aan die doeken, want ik, natuurlijk zal hij onbewust misschien wel dingen veranderd hebben, maar hij zei, maar ik wist zoveel inside informatie. En dan kwam het over, ja, DRF kan niet om met Phil Jackson. DRF uh, vindt het bestuur van de Milwaukee Bucks vreselijke eikels? Die, en toen dacht ik: ah ja, oh, dat, kun ook, dat kun je volledig transplanteren naar de Serie A. Ah, hmm. Het zijn ook maar mensen natuurlijk. Het zijn ook mensen die, die ja, voorkeuren hebben, onbewust ja, misschien. En Nee, maar dat er gepraat wordt over, over bepaalde mensen binnen het voetbal, 100% zeker, ja, maar, hè, door die beroepscategorie. En dat dat ook al denkt van. Ik, ik blijf perfect neutraal. Dat dat toch gebeurt, dat zal wel, hè? Bij die refs. Ja, maar dat is jammer. Want dan wil je eigenlijk zeggen: Verbeke, die daar naar de ref gaat, dat die ref dat dan misschien volgende keer meeneemt. Ja, ja dat, dat is ik moet toch een uit. zijn. Dat is wel een zuivere penalty. Ik vind alleen. Die duw is toch een zuivere penalty. Het was geen duw, het uh, was ook niet. Nee, 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 maar, maar die, Mazu was heel. Ik zag eerst dat stukje met Mazu. Die, die, en ik dacht, oh, je overdrijft wel precies. Uh, een beetje, en toen zag ik die ja. fase. Hij heeft 100% gelijk. Nee, dat is een zuivere strafschop. En dat moet u niet verstoppen achter clear error. Hè? Want, nee, 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 dat is toch de nee, nee, grootste nee, nee, bullshit, nee, 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 bullshit ever. Nee, maar, dat is een clear error. Ah, ja, tuurlijk. Een penalty ja. niet fluiten is toch een clear error? Ja, ik vind dat ook. Maar... Uh, maar... Ja, nee. Je... nee bij een fout cool, mag de, de arbiter zelf interpreteren en zelf zeggen: van Ik vind dat geen overtreding. Maar we kunnen wel altijd uitnodigen, natuurlijk. Ik heb wel als de vrijheid te zeggen: als ik var mogen, mogen de, de hem moet hem je uitnodigen verschuilen achter Clear -air. Maar daar hebben ze dus weer niet over gepraat. Ik klinkt nu als Van Azenbroek. Dat zit niet in de fases die ze. Be en ze zijn maar zeker dat dat op het eind van het seizoen is dat de juiste beslissing is. Dat is geen foute var beslissing. Nee nee, 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 die wordt niet meegenomen. Terwijl dat er wel een was hè. voor iedereen die. Ja. die... En die fout ja, op Nielsen? Ja, joh, hallo, ja, hallo. hallo. Ja, dat vind ik de zwaarste ja. van, van allemaal. Allee, dat die schets zegt dat je een fractie van een seconde. Ja, maar het was ook een, geen fractie. Het gebeurt, hey, je, ziet, je ziet toch wat er gebeurt. Ik ja, vind dat geen fractie van een seconde het fout. is een, een slechte controle En dan te ver gezet. gaan. Ja, dat is typisch, Want sommigen geven dan sommigen, uh, geven een rode kaart als die speler ook niet echt wordt geraakt, omdat de impact heel. Ah, voilà. dingen, en nu staan, maar ze staan daar ook met, in die var met drie op te kijken. En dan zou ik graag willen weten hoe. Wat zij denken dat dat geen rooi is. Wat ze is. zeggen mm -hmm. daar tegen elkaar. Een ja. camera kunnen zetten, maar we hebben het gevraagd aan een bond, ze willen het niet. Dat ze daar maar geen... ook geen interview na de wedstrijd ja. om schetsig te zijn. Want nee. dan, ik denk dat die dan op veel meer begrip kunnen gaan ja. rekenen. Maar, we ja, maar, bijvoorbeeld, maar wat gezegd. kan het zijn? In de best, beste wil van de wereld. Het het best wat kun je gezien hè? hebben dat dat geen rood ik, is? Ik, ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik ja, vrees, ik. maar het is een volledig foute denkwijze. Ik vrees nauwelijks raken. Ja, maar die impact... Ja, nee, zeg nee, die, nee die die ik niet tegen binnen. mij, hè, want ik ja, ben volledig maar, akkoord. Hè. Maar ik, ik begin te denken dat dat... Als je dan echt vraagt wat is nog het enige plausibele, dan denk ik dat. Maar dan heb je nooit gevoetbald. Ja. Of er, zijn, er spelen andere dingen. En daarmee bedoel ik niet van niet willen. Hè. Maar nee. er speelt iets, dat, dat weet ik veel, dat je... Dat je oh. Ja. Niet uh, de zuiverste beeld die... daar op die moment? of I don't know. Hè, Man, dat wij op tv, dat blijf ik wel denken. dat zit op... op de nekcamera 1, zag het. Ah ja, maar, ja, maar oké, okay, maar dat denk ik dus wel. Dat wij op tv beter beeld hebben soms dan die gast. Maar welke beelden hebben zij? Ja, ik, de, de, zij hebben, we zijn daar geweest. We waren er niet mee. Nee. Maar, ja, maar we we we, we, welke beelden hebben zij? We 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 we, oh, heel veel mooie grote schermen. Dus de huddlebeelden dan? Mm. Ze je alle beelden binnen die de regio Ja, maar, maar, maar heb dus je ze veel genoeg gestopt? We ja, maar kom. Ja, twijfel ik Je het ook met zo'n LSM gaat, zoals in de kar. Ik heb dat gedaan seconden is dat hè? Hmm. Je ja, hebt alle beelden ah, ja. oh, en dan op dat je, je gespoeld, alle camera's terug, dus je ja. wisselt in dat tijdslot tussen de camera's. Dat zou verbazen verbazen. Dus nee, Denk niet de dat de dan, is, dan is het gewoon onbegrijpelijk. Het is dat is het rood. So of, of, of is de, de puur hypothetisch ook weer, is het omdat de VAR weg is getrokken, dat hij nog bezig is met vorige beslissingen, dat hij dan minder in die match zit om aan te voelen. De VAR hoe mee hoe Ik snap niet wat je bedoelt. En dat hij een beslissing net genomen heeft ja. en dan nog wat meeneemt van oh, ik heb ah, hier okay. wel net moeten corrigeren. Of, of allee, dat ja, is, ja, Dat of hij niet bestaat bezig... omstandigheden, ja, voilà, daarmee bezig is, ja. meeneemt. Ja. Ja, dat je dat zit kan. minder in de match. Hè. De match aanvoelen, wat we altijd zeggen. Ah, ja, Echt, maar var daar zo ben ik veel van overtuigd. Zet een VAR waar de... Sorry, ik wist niet wat je wilde doen. Dat is 100% zeker. Zet een var waar de commentatoren zitten. En je krijgt andere beslissingen en juistere. Ja? Het is moeilijk allemaal. Nee, nee, ik denk dat daar iets in zit. Dan voelt je het veel meer. Misschien meer voor de thuisploeg dan wel weer. Dat kan. Dan voelt je die, wow, dan, dan denk ik dat die gast van Sterkman, dat die Marcelin direct rood heeft. Mm -hmm. Zeker op club. Allee. Maar goed, ja. dat kunnen natuurlijk ook weer door de emotie. Dat kan ook. Ja, dat maar heb dat je dat de, heb de, heb de, de Lazio Napoli gezien? De. de... Nee. De niet gefloten penalty voor, voor Lazio? Nee. Uh, dat is... Nee. Dat is echt ongelooflijk. Ja? Dat is echt ongelooflijk. Ik vind Ik dat heb bijna op nog straf ja, dan de een Zoek eens. Mario Rui. Ja, dus die, die uh, aanval Ik heb zelf maar speciaal Bologna zitten kijken voor Filip, maar laat zo'n apel even. Aanval, aanval ja, Lazio op is rechts. Ja, ja, en een speler, die Mario Rui, ik ken hem, hè, een meter <laughs> na, 52, Portugal. En die, die met zijn korte beentje, die begint te lopen, die wordt, die wordt diepgestoken. <laughs> en dan komt iemand van Lazio, ik, ik weet niet meer wie dat was. En die Rui voelt die komen en die voelt die, die komt langs de binnenkant en die gaat hem afsnijden en die, die is alleen weg. En die doet gewoon... Boogs, maar, als je een meter 52 zet en je mm -hmm. doet hem een beetje naar omhoog, dan, dan raakte iemand op een vervelende plek. Bij mij de tepel. Ja, ja. <laughs> ik dacht dat je teelbal ging zeggen, maar alleen, nee. mm. het is inderdaad tepel. Maar die, dus... En die, die, die wordt niet naar de var geroepen, niks. En zo goede herhalingen. Zit je het ondertussen? Ja, het zit van achter. Uh... Oké. Okay. Ja, maar het is. Ja. Het is en toch niet een, een België-probleem? Sarri zegt van. Ja, ja nee, in Engeland. Nee, in Engeland, uh, Engeland ook. Waren ze nu mee. Ja, voilà, dus en Sarri een zegt: en het, is een, het is een schande. En, er moet, en die Sarri moet nu voorkomen en gaan weken in de tribune zitten. Terwijl gelijk heeft. iedereen die deze fase ziet, 100% gelijk. En, en ik vond het al onbegrijpelijk dat een ref dat niet zag. Maar dat dan de VAR. Ja, dat is het rare. Trouwens, die. Die drie fase bij de had ik dat ook. Die, die Georgier... Quaradonna. Noemen ze hem die al? Is wel goed ja, die bezig, heb he? Ik heb er nu twee keer een match van gezien. Kvarachel, is het eigenlijk... is of zo. Dat is een achternaam, ja. heb ik heb hem opgeschreven, want. Yes. Uh, Kvarachel, ja. Hij is iets beter dan Chakvet nee. denk ik. Ja. ja, maar wat is er met... Jammer, ja, ja, Hij is maar... ook nu sterk gespeeld. Veel weg. blessures. He. Ja, natuurlijk. Maar, maar die Kvarachel, ja, ja, die doorzetten. heeft een grint. Die, 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 die is op hey. dit moment echt. Uh, die heerst. Goede stijl, in, in hoe de stijl, hoe dat eruit ziet. Ja. Ja. heeft al alles. En die Kim ook, he? die zijn ze ook gaan halen. He? Die centrale verdediger, die Zuid-Koreaan. Ja, die maakt om de twee matchen een kopbal nou, echt, uh... ja. Trouwens, daar wil ik nog even over. Ik had iets mini van de serie A voorbereid, maar okay. echt iets mini. De, de Italo-Amerikaanse voorzitters. Ja, He, dus bij Milan hebt, nu, ja die uh, bij ja. Milan komt, die mm. Gerry Cardinale. Ik heb die opgezocht. Zoek alstublieft, Jeff. Maar ik vond, <laughs> je, je, ik, vond geen, ik vond die niet op Steve. Wikipedia zelfs. En dat is dus een gast die Redbird, dat is een investeringsfonds, dus oh, die, die maken geld eigenlijk. Ja. Die zit daar met een kop. Allee, al Pacino kan inpakken. Voor de, de volgende remake Figo van ook. The Godfather, Figo ook. Hè? Ah ja, ja, ik zie hem hier. Gary al. Cardinale. Ja, ja, Oké, okay. ja. dan heb je. Ja. Het is een, ja. Een, ja. Zie hem. Of je? Het is Al Pacino, alé. Ja, dan heb je Joey Saputo. Dat is de, dat is die van. Die hebben ook geweldige <laughs> namen. Nou, dat, nou, ja. dat is die van Bologna. <laughs> okay. Joey Saputo. Tapu, en de allerstrafste is. Luister goed. Rocco Commissio. <laughs> Rocco Commissio in een gangsterkop. Nog nooit gebeurd. Is nog geboren in Reggio Calabria. Nog zuidelijker. Is dan naar Italië getrokken. En naar Amerika getrokken. Heeft dat fortuin gemaakt. En die in nu Fiorentina. Rocco Commissio. Rocco Comiso. Die, eens op. Oh, die oh. is echt. Oh, wacht, hè? Die moeten niet meer schminken. Oh, die hey. maar dat is precies Rocco Granata. Maar geen zever. Die heeft er oh, iets van maar. weg. Hier, die in uh. een echt. Uh. Zie je? Oh, dat zijn echt zo van die. Van die gasten, man, dat je weet van dat is hier zo loes. <laughs> maar die worden allemaal met open armen ontvangen. Die heeft dus over, over het stadion van Fiorentina gezegd dat het het lelijkste gedrocht is dat in Italië ooit gebouwd is. Nu, is dat met, die, met, met zo dat langwerpig stuk? Die, 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 ja. wat dat, het is heel dat is raar, want dat is een hoefijzervorm en je zit mm. super ver ja. van, ja. van, het, van, het, van de goal, ja. dat is wel waar, maar dat is. Fantastische architectuur ergens. Dat is, uh, dat is prachtig. So, yes, ja. Ik heb er eens ja. moeten werken en ik vond dat ook oh, dat, dat, is, dat is bloedmooi, Maar niet meer een modern voetbalstad. dat klopt wel. Nee, en zeker nu niet. Maar om dan direct iedereen voor het hoofd te stelen nee. en dan zeg oh, Ik ga weg uit Firenze en dan, dan schrijft hij zo wat. Gemeentes in de buurt, aan zo. Wilde wel een in Fiorentina worden? Zo, hè? iets zo'n gast. <laughs> ik is ja. Hij is wel geboren in Calabrië. Ik had James Palotta, die van IJs roma Alleen die Friedkins zijn anders. Hè. Dat zijn, ja. die hebben geen, Friedkin is zijn geen Italiaanse namen, maar die hebben, die hebben dan weer. Een Pandouring gekregen. Mijn voorspelling allo, over allo, Mourinho gaat echt. Dat heb ik wel gezien. Dat was drie, maar wel veel Vierno, pe Vierno. pech ook. Maar jij Nee, je maar match gezien. Ik heb de match gezien. gezien. verre gespeeld. Ja? Echt waar. Maar Geen. wat was de voorspelling van Mourinho dat hem het seizoen niet ging uitdoen? Nee, nee, maar dat dat het met, hoe beter het materiaal wordt, hoe meer de keizer in zijn blootje staat. Ja. Dat hij niet gaat presteren met het. Want dan moet het voetbal zijn. Waar rangschikt Roma nu, qua materiaal? Ja, uh, vierde of vijfde toch in Italië. Uh, ja, dat, dat mag zeggen. toch wel, vijfde denk vijfde gaat hem worden. Nee, nee, maar meer toch dan vierde en vijfde zelfs. Nee, 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 nee. Alleen Allee, met die ik. ploeg moeten we toch... Alleen sorry, de defensie... Dat ze zijn goed dat versterkt, ik, maar de andere ploegen ook. De defensie? Ibanez en zo. En, oh. Ja, Ibanes is top aan het spelen, eigenlijk. Ja. Smoling. Tegen Oudinese? Nee, nee. Tegen Udinese niet, maar Ibanez is echt wel goed bezig. Pellegrini. Allee, die iedereen wil. Oké, misschien... Maar het is vooral de manier waarop. Weet je, de match dat ze gewonnen hebben tegen Cremonese was niet om aan te zien. Hè? Ja. Nee. Dus ik, 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 ben daar echt, ik ben daar echt heel nieuwsgierig naar. Ik denk dat dat niet de coach is om die beter... Om Dybala bijvoorbeeld nee. in, een, in, een, Dybala in zijn kwaliteiten te laten voetballen. Tegen nee. de kleine ploegen scoort hij dan wel. Maar vanaf dat ze het moeilijk krijgen, is dat dat die jongen denken van... Shit, wat doe ik hier? Dat ja. volg ik wel. Die mm -hmm. Dybala had nooit naar daar mogen gaan als Marino zat. Eigenlijk ja. niet. En tegelijk weer wel, want die, die, die voelde een soort liefde en een. Amai. die. Ja, ja, planetair voor is. Voor de club sowieso dus, wel. Dus ja. heeft de mooiste voorstelling van dit seizoen van een speler gehad. Ja. Dat, dat allemaal wel. Maar je leeft ook van zondags. wie speelt mij waar een bal aan? En wat kan ik ja. er dan mee doen? Southgate was naar Udinese gevlogen, hè? naar Oudinee. Gareth Southgate zat daar te kijken naar Abram, die geen bal geraakt heeft. En, <laughs> en naar Smalling, die ook niet echt top was. Dus die jongen zal ook gedacht hebben. Ik heb één, één geweldig verhaal over Oedine. Ik ben daar één keer geweest. <laughs> nee, maar... Ik moet ook gaan pissen. Mag dat dan gewoon? Of... Ja, doe maar. Maar een stuk over Walem en Regis Genot. Ja, die ja, ja, er ja, ja. allebei speelden. En Guidolin was trainer. En Guidolin was een hele strenge coach. Maar wel een goede. Zo eigenlijk de eerste van de, van de, de na-Saki-golf die ook pressing bij kleinere ploegen begon te spelen. Ja. En, um... Wat zijn we dan qua tijd? Eind jaren negentig. Uh, Sla, ja, begin ja. 2000, eind, ja. ja, begin 2000... Ja, begin 2001. Zo je moet dat kennen. Ja, ja, maar ik <laughs> weer uh, ze, ze deden een oefening met uh, staken die in de grond gezet werden. En ze moesten daartussen, al, al goochelend, daartussen. Met een bal uh, die alle kanten op sprong. Dus met zo'n... Ja, ik, ik, weet niet, ik weet niet hoe ik dat, ik dat doen moet een bal, noemen. Of wat? Ja. Iets heel licht en, ja. en die... Dus waarmee dat je echt wel enorme beheersing moest hebben. Niet met een gewone voetbal, want dan, dan is dat echt wel... Allez, dan is dat niet moeilijk, maar... Dus Walem die kon dat. Geno, die pakte die bal, die, die, woem, die stond en die, die stal dan drie staken. <lacht> <lacht> die zat dan drie staken ja. verder. Zo. Dat was echt... En, ik, er is nog één mini-anecdote aan, maar om het niet wel ik grappig is... Ik heb eigenlijk is. niks meer, wat vragen, dus maar we gaan vragen. Michelle Ze heeft Michelle Michel ja. Oké. Okay. Ik kwam terug met een stuk en... Ik had een cameraman daar en die had, Oedine uh, heeft, een, heeft een mooi marktplein met zo'n zuilen. Okay. En ik had een stuk, met Walem daar ook een stuk iets gedraaid en die wandelde door die zuilen. En dus op een bepaald moment kwam die camera op, op, op die zuil. Mm -hmm. Dus ik, ik, nul weten van TV, maar echt nul de botten. Ik. Ik kom met dat materiaal terug en ik steek dat interview met de, ik denk de monteur, zeker, zeker niet ik, die steekt dat beeld van Walem die wandelt. Dat komt op die zuil en het volgende beeld dat erin schuift is Walem. Die, die praat in de camera, ja, hè, ja. van uh, geknipt. Ja. Maar dat lijkt, alleen dat deed het blijkbaar, dat wist ik toen niet, Michel was die kan hem. Met... De mooiste natural wipe van het tv-seizoen heb ik gezien. Ik <laughs> zo van, de, de, de wat Michelle? De natural wipe. Ja, dat is een natural wipe. Eigen... Snap ja, je, niet nee, ja, ja. zo'n effect, maar het effect was dat was gefilmd. Mm. En ik weet dat Michel echt zo zijn stem zeggen. De mooiste natural wipe van het tv-seizoen heb ik nu, heb ik in jouw stuk gezien. <laughs> <laughs> ik wist niet wat een natural wipe was. oké. dat is Udine voor mij. Dat er toch feeling voor je. Ja. Yeah. <laughs> natural wipes denk ik aan de Cowboys. Dat er toch vol van? Be zo die overgangsjes. Ah ja, dat is ja. eigenlijk wel waar. Als hij zo fitness. Te, dan ja, tuurlijk. En die trappen ging ermee. Dat, dat beeld ja. en Ja, alleen Jan Jan in doen. een sportweekend gekeken. Ja, ja, ja. <laughs> Oh man. Een absolute topper. Jan Elen. Oké, okay, dankjewel voor die anekdotes, Filip. Sorry. Uh, nee, nee, nee. Ik leuk? heb er ik... wel nog een goede vraag. Ja, maar... ja, ik word... ja doe maar. Nee, nee, jij wacht. Um, ik wou het nog heel graag over Atalanta hebben, de leider in Italië. En, uh, ja, Vorig jaar een tegenvallend seizoen en nu spelen ze geen Europees voetbal. Je had in het begin misschien je twijfels over ja, maar onder G Gasperini, omdat hij aan het zagen was. Hij maakte ruzie met alles en iedereen. Ja. <laughs> echt waar. En ja. hij ja, kreeg niet, maar ze... Ik heb ze nu 0-2. Ze, ze hebben echt wel... Dat moet je wel doen als club en dat doen die ook wel. Ze hebben mensen weg laten gaan. Goossens is weg, Freuler is weg. Ja. Hè? Die, die zit in Engeland hè, nu. Freuler, ja, ja. bij Nottingen? Ja, ja goed. He. Dus alleen, dat zijn wel bepalende figuren. En, die, en dat je dat kan, dat, dan ben je stabiel. En oké, okay, ik denk niet dat ze daar gaan blijven staan. Maar ze doen het wel veel beter dan ze zelf gedacht hadden, denk ik. Mm -hmm. En Malinowski deed toch ook weer. Dus ook en daar... Lukman, Lukman, is Lukman goed, ja. Maar okay, Lukman is goed, maar ook niet. Ja, maar in dat spel toch? Allee. Ja, in dat spel ja. wel. Dus dat kunnen ze. Ja. Zij kunnen die nemen. Dat. dat dat is niemand waarvan Chelsea dacht, die moeten we pakken. Hè? Nee, duidelijk niet. Nee. Want anders hadden ze hem, hè? Chelsea. <laughs> ja, altijd wat ja. ze willen. Dus dat vind ik inderdaad wel brengen. tof, dat die Lukman zo. Ja. En de spits waar naast heeft gegrepen. Ja. Rasmus Højlund, Echte spitse goal. Ja. Het waarschijnlijk niet gezien? Wat ik maar snapte. Muriel is weg? <laughs> uh, nee, Ik ja. nee. ja. nee. nog. Dat is ook zoveel goals. Ja. Ja. Dus ja. Goed, dus het kan nog stilvallen, zeggen. Ja. Ja, ja, en Pess, Pessina is, Pess, die, die is al lang, is die, is die al, uh... Maar die is weg hè, ja, ja. Die, is naar, uh, die is naar, Monza hè. Wat? Ja. Dat is ook een stap achter, of ja, twee. die die, bij, die was ja. keihou. Die speelde bij, bij, bij Italië mee. Ah, hè, ja, die, natuurlijk. Die, die scoorde op die het. Zet, zet, op die zet zet Die ah, je is, je is zich laten koningin. verleiden door uh, Monza. Oh. Mm. Echt? En Galliani heeft nu gezegd dat de speler, ze waren met een ster-speler bezig hè, Monza. Okay. En weet je wie dat was? Die ballen, Alsof die ballen een mond zijn. Die ging ik toch. Hoe was naar een tweede kast gaan? Ja, maar hij heeft meegedaan. Op het einde van zijn carrière en in Como. Hè. Ja. Dus naast George Clooney met een boot kunnen gaan liggen. Hè. Dat helpt. Henri heeft er ook nu al in geïnvesteerd. Ja, dat is waar. Al die, al die dus mannen ja, ja, Komo, zijn in Como, vroeger flauw. Ja. Ik, ik heb moeite met die ballen echt in te schatten. Ja, ja ik, dat snap ik. Ja. Zijn top is echt top. Ik denk ook eens gescoord in de Champions League finale. Maar ik vind dat Italië, want ja. itali itali Ideale competitie is voor, voor Dybala. Ja, ja dat, dat, denk dat denk ik ook, tempo. met die anderen hebben ook niet... Ja. Ik zou hem toch graag een keer ergens anders zien. Como was in de jaren tachtig, als, als uh, Van Basten en zo, die daar speelden, dan, dan maakte La Dominica Sportiva, was zo'n soort sportweekend, die hadden dan zo vijf, zes minuten van een match. Maar altijd vanuit zeer rare standpunten gefilmd. Je moest dat echt bij elkaar puzzelen. En in Como hadden ze de opwarming, dat deden die mannen met hun stuts. liepen die op, op, op een soort betonnen stukje. Echt waar, en die waren daar dan zo. Wa, Want opwarmen op opwarming, op, ja? beton, ja, Maar dat recht. was toen in die tijd. Die, die mochten niet op het eerste veld opwarmen. Dus en ze op hadden daar vroeger, geen hè? tweede veld. En dan stonden die daar zo. Ja, mm. zo Maradona die stond dan ook zo. En dan, die, ik, ik herinner me nog altijd dat geluid van die stuts. Heb je ooit op Antwerp gespeeld met, uh, met Lira? Kan toch niet anders? Nee? Nee? nee, niet met Lira. Nee. Ik heb dat wel eens ja, een keer gespeeld. Want ja, ja. ja. dan moesten ze dus ook gewoon opwarmen op dat veld. Dat oh, veld was groot. Ja, dat is een groot oh, veld. Vroeger moesten ze over de kasseien hmm. naar het opwarmveld. En dan was dat al. Dus ik kan me alleen maar inbeelden wat, wat dan moet zijn om er effectief op op te warmen. Ja. Maar inderdaad, een groot veld. Oh, groot. Ja. Ja. Echt, dat weet ik. Nog. Te groot? Voor, uh, ik per weet per alleen of toen nog heel goed kon lopen die was al lang gestopt en die kwam nog ook zo een match spelen. Ja. Oh, die super toffe mens trouwens. Ja, ja echt fijne mensen. En lopen. Oké, okay. uh, dat was het Sam. Ik wou even uh, de leider in Italië Ze In en achter. Stans achter. Ja, tegen oh, ja. Wie heeft er, wie heeft er uh, gescoord bij, bij Zagreb? Echt? Orsic, Mislav. Ja, dat is de beste. Weer? Ja. Nee, nee, dat was niet die, tegen Chelsea, dat was uh, Tottenham. Dat was tegen Spurs. Ja. Ja. die om ja, ja. In de Europa League heeft een, een heel rare carrière, hè, Want die mens is dertig ondertussen, hè. Is dat hè? Dat denk ik wel. Dat kan ik Mislav wel. Orsic. Nee. Ja, maar hij is nog heeft ja, een, een heel goede trap. Steve. Mislav Orsic van Dynamo Zagreb. 29. Oh, ja, van. Ja, ja Kijk, dat is wel Oké, we gaan Ik een vraag van Goran. Die graag Goran, stellen. Nee, Goran was dat niet Vidovic. Pande? Ja. Nee. nee. Nee, maar Ivan Izevic. Wat was de voornaam van Zwart, Vidovic? Niet Goran. Was dat Goran? Nee. Gordan. Gordan. En wat, nee, was dat niet pret met rapen? Was dat ook niet. Kennen we dat nog? Nee. Want ik wel pret met rapen. Kennen we niemand dat, dat kent. Ja, ja, tuurlijk. Onze West-Vlaming. Ik ken het niet. De ja, maar er is, dat was me. Me. toch goed voor? Dat was DJ Goran? Dat is wel draaglijk voor. G-Goran. G-Goran, dat was het. ja. Hoe zit het met de weddenschap tussen Sam en Philippe over een mogelijke titel van Barcelona? De transferperiode is voorbij. Ja. ja, we doen ze. We doen ze? Ja, we doen ze. Maar waar is hun inzet? Een truitje, hè. Nee? Ik geef u een truitje van jou en jij mij van Barcelona. Wat al? hè. Oh, wow. Ik wil er één kiezen uit uw selectie en jij een uit mijn selectie. Ik heb geen selectietruidjes. Hè? Ik heb niks thuis ontdekt? Alleen oh, maar Roma. Filip, ik ben oh. bij u thuis geweest, je hebt een kast met Roma-truis. Ik ga niet zeggen met welk, maar da, da, waar <laughs> da, waar ja, dat waar je mee gaat paddelen. Ik ben bij thuis geweest. Jawel. Dat waar je mee dat wil ik. Oh, ik heb nee. op het terras gezeten. dat vind ik oké dat je dat niet Ja, Ik heb boeken, maar ik heb geen... Dat van Totti. Het truitje waar je mee gepaddeld hebt... Oh man, maar dat gaat pijn doen. Ja, ja, dat moet ook pijn doen. Hè? Oh, 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 maar er is weer geen paddaal. Wat moet Sam doen? Hey, hey, ja, ja, zeg, maar, is... zeg maar. Ze, ze liggen allemaal boven bijna. Zeg maar terug van weg geweest. Ja, ik zwem in uw truiken, Hij kunt niet in die van mij in. Dus mij zijn, sommige zijn van die speler, dus ah. die zijn niet op mijn mind. Dries. <laughs> dat kan ja, ik nou. Oké. Okay. Ook heel waardevol voor <laughs> mij. <laughs> <laughs> en het plezier zit er hem ook in om dat af te pakken van u en niet ja. om zelf te dragen om ja. het afnemen. te ja. nemen. Ja. Zo meteen verbranden. <laughs> ja. wow. Maar zeg maar, wow, er is dus terug gepadeld. Want ja. Hij, ja. ja. Ik word niet meer uitgenodigd, maar ik snap het wel. Het is maar het gelijk. Is de initiële match, dus daar waar het al niet bij. Hè? De initiële match, ah, met, uh, ik jokken de jokken. En, en met Dennis, en Dennis ja. en Het was gelijk. En ik zal zeggen wat mijn dochter daarover zei, Zola, want ik vertel dan wat ik gedaan heb in de dag. Nou, dat zij vertelt hoe dat op de school is. Dus. Ze uh, zei: Papa, dus jij bent anderhalf uur aan het spelen en dan is het gelijk. Maar <laughs> letterlijk. Hè? Dan ben je dat ja. toch. Allee, wat hebben ze dan. Waarom hebben dat we de de... De... Ja, ik zeg ja, maar we hebben ons wel enorm geamuseerd. Ja, maar het is gelijk. Mijn artsmentaliteit. Ze wel. Dat ik daar niet in haar zien. Ja, ja precies. Het is 1-1 en dan in de derde set 2-2. Ah, dus het is op alle vlakken gelijk. Nee, dus we nee, hebben, nee, meer hebben zijn één match meer gewonnen. Dan Broe, dus het is 1-1 en 2-2 zijn je dus. Nee, 6 3 6-3-4-6-2-2. en ik ja. dus hebben het, ge ah, zo, ik heb dat het gevoel het. dat we een game meer gewonnen hebben. Ja, dat is zo, maar daar koopt je niks mee, man. Nee, dat is waar. En, uh, okay. Het was tof. En binnenkort een uh, ja, het het wel hervatten wel. van de wedstrijd. Donderdag. je jij padellen, Steven? Sowieso. En wat je meteen niet Ik ben naar Sam sowieso. Maar Sam, uw groot probleem is altijd dat je altijd winnaars, je wat winnaars slaat ja, maar dat is voorbij ze. is dat voorbij? Filip, ben ik nog zo slecht? Nee, nee ben ik nog zo slecht? Nee, nee, je wilt geen winnaars niet meer slaan, dat is nee. echt. Ja. gewoon alles op zuid. Slecht dat net. Hey. Oh. Kan maar, niet verdere, ik wil even nog iets vragen over de spandoek dat ik zag in, in, in bijna elk stadion. Ja. Twaalfde man heeft ook een kalender. Ja. ja. Uh, klopt, overal. Dus dat is die zondagavondwedstrijd. Ja, het gaat over de zondagavond. Ja, maar dat was, voor dat was... over... dus het gaat over meerdere dingen. En het gaat over meerdere dingen. Op de zondagavond stond er uh, stop zondag 21 uur. Dat was op, op Sultevarium. Dat ja. begrijp ik ergens. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. De twaalfde man heeft ook een kalender op een zaterdagwedstrijd. Alleen, of, of is dat om steun te betuigen over die zondagavond. Over... Ik wou gewoon weten over wat het allemaal ging. Om dat niet zo laat te zetten. De um, meest focale meest protestactie is, is er er zondag, denk ik, he? de zondag nu. Ja. Maar die is ook, is ook redelijk recent, natuurlijk. Hè, ja. Omdat het nu echt de spuug uit wordt voor KVO-standen, bijvoorbeeld. Die er, denk ik, drie of vier hebben ja, ja, ja. In, uh, in, in september. En, begin en die oktober. vaker verst moeten reizen. Ja, goed. Maar dat heeft te maken ook met politie, natuurlijk. Dus dan, die hebben keihard veel pech dat die dan. Het is niet dat, dat, de, dat, de, dat de Pro League of 11 iets tegen of stand heeft, maar het is gewoon een probleem met die zomervakantie. Nee, maar ze hebben geregeld wel dat er geen enkele match meer samen is. Daar gaat het absoluut ook over. Zaterdag ja. willen ze eigenlijk zaterdag. Maar dat was, ja, ja. dat was een vraag van de clubs: hè. om alle matchen te spreiden om maximale exposure te hebben voor hun reclame, ja. langs Ik zie de Stadions wel precies bij de niet-topploegen leger en leger zijn. Ja, deze okay, uren. dat is een deze... Dat is een gevolg. Ik vind, dat echt, ik, vind dat, ik vind ook echt dat er iets... En ik spreek dan tegen mijn werk, maar ik vind dat er ook wel iets aan... Uh, ik vind dat bij Genk opvallend, hoe, hoeveel lege plaatsen ja, er zijn. Ze uh, zijn echt goed aan het voetballen. En, ja. en het is zaterdagmiddag, 4 uur. Oké, okay, pas op. Jeugdbewegingen, ja, ja, van alles. weer op is. zaterdagmiddag. Misschien ook goed weer, hè? dan zijn ze nog op terras. Maar de clubs ja, maar moeten dat het, ook niet naar het vergeten. voetbal vind ik. Als het goed weer is, kunnen we dan voetballen. Oh. We kunnen toch in een stadion, ja. dus is het ook buiten zitten. Uh, ja. Voetbal kun je nog gaan stijlen, hè? Jammer weer in de kou. Ja. Hm? Ik zou zeggen, profiteer ervan dat je dag nog in de warmte kunt oh. zitten. Maar, um, maar goed, wat zijn dan de, de beste uren om dat voetbal te gaan? Zaterdagavond, 8 uur of 6 uur of zo. En dan zondagmiddag. Ja. Maar goed, ja. Ja. letterlijk. En eigenlijk is het ah, ik vind de wel, kluk, zondag 6 uur moet wel nog kunnen, toch? Hè? Ja, 6 ja, uur vind ik wel. ook nog kunnen. Maar is een traditioneel. Uh, ja, gelijk in Engeland, uur. zaterdag 3 uur. Oh, ideaal. Ja, dat vinden ze dus niet. In uh, België niet, hè? Ze hebben niet drie die drie cultuur. Uur, terwijl in al. Duitsland is dat, in Engeland is dat. Je kunt niet zeggen dat een dan... vijf uur is. We hebben niet die cultuur, dat klopt. Nee. Wel, hè? Maar in, 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 in Engeland zijn er nog altijd bepaalde sloten heiligen. Wanneer de amateurclubs ja, ja, ja. voetballen. mogen De Premier League clubs, ik denk ook. De uh, nee, ze mogen voetballen, maar het wordt niet uitgezonden. Mag het niet op tv komen? Die om ja. vier uur. Dat is er maar één of zo ja. op tv dan. Ja, ja. ja, zoiets. ja. Maar uh, we echt... mogen daar wel niet. Alleen, dat is misschien onpopulair wat ik zeg. Maar we hebben heel veel kleine ploegen die op, op ons hoogste niveau spelen. Hè. We hebben die landen dat je zegt allemaal niet. Hè. Wacht, wat bedoel je daarmee? En ja, die kleine ploegen, tuurlijk zit dat vol. Dat zal altijd vol zitten, op welk uur het ook is. Wij moeten wel allemaal rekening houden met die fans om het ja. te optimaliseren, zodat die stadions ja. wel gevuld zijn. Want die ploegen zijn echt niet. Alleen, met zoveel profclubs in België zitten. Dat is nee, maar net dan was... veel. Hè. Dat zijn we eigenlijk, Samba, dat is eigenlijk dan... de waarde niet. Hè. Dus... Ja. Maar heeft dat iets te maken met het aanvangsuur van een match? Wat je nu, Ja, dus wat we niet mogen vergeten, wat die clubs ook niet mogen vergeten, is: er is echt wel veel meer te doen dan tien jaar geleden. Van alles, van ja, 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 ja. ja, evenementen en zo. Ja. Ja. Dus als je al het ambitantste uur hebt. Ja, dan gaat het al een percentage verliezen die gaan zeggen. Ja, maar dan, ga ik, dan kom het ja. beter uit om toch dat te gaan maar dan doen. Dan denk ik wel dat een club kan zeggen: ja, zondagavond om negen uur is er ineens veel minder te doen. Ja, maar dan zit je met het terugrijden. Zeker. En zeker. En dus, maar ik bedoel, dat, om, om concurrentie te ontlopen, ja, bestaat dat dan ook weer wel? Nee, concurrentie van andere dingen. Ik vind het logischer ja. dat je zaterdag in de Belgische cultuur, dan, want ik snap ook wat jij bedoelt, dat je zaterdag je dingen kunt doen en s'avonds ga je naar de voetbal. Ja, ja dat, dat denk ik ook, ja. maar ook. Ik vind het ook leuk. Vanaf vroeger altijd tof als je naar de voetbal ging, dat je wist, daarna kun je nog ergens je blijven plakken, kun je nog op café gaan, nog een hele avond. Ah. Dat is leuk gewoon. En dat is steeds, steeds minder. Ja, ik snap de frustratie. Ik denk dat nou ja, iedereen hier ook, snap. Ja, ik ook absoluut, ook. absoluut. Ja. 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 Oké. Okay. Ik vind wel de zondag om één uur match, als je dan echt voetbalsupporters zet die daarbij drinkt of die vips die moeten eten, dan is dat ook wel vroeg. De één uur match? Ja, ja dan zijn ja, om 11 uur beginnen ja, de ja, eerste ja, pinten ja, te ja. drinken. Ja, dat dan. is een brunch, joh. Dat is toch ja, oké, okay, nee, dat is waar. Dat, dat vind, vind ik een wel. Dus dat we moeten doen zijn. Het is dan gewoon dan. uur. Allee, het is half twee ook hè? Ja. aftrap half twee. Maar het begint dus om dan elf dan uur. uur. Allee, mensen van jouw status zitten dan al in de loge natuurlijk te eten en zo. <laughs> Absoluut. <laughs> ja, nu dit deze weekend week, toevallig hè? wel, ja. ja vak, kijk, ja, bedoel. Hoe laat moeten er zijn in Leuven eigenlijk? Dat weet ik nog niet, maar ik was ook. <laughs> maar, was ook sowieso vier uur voor de match, vier gangen. Amber Lekker man. Ja, dat Stel is, dat is als tekstketens snijden om 12 uur middags met nog een halve kater. Ik ja. had hier nog iets op gezien over Griezmann, ja, jongen, dat is toch ook wel straf. Ja. Is, is, dat, ze, dat wordt meer en meer hè, van die clausules. Het verhaal van. Oh, uh, wat, ze denken echt bij, uh, bij Barcelona, ja, dat zijn we ons liggen. Natuurlijk. Ja, die hebben die zegt: Ik ben een werknemer van Atletico Madrid. Ik kom met een werkgever geen 40 miljoen. En onderliggend, ja. Ja, Griezmann is ook niet meer zo goed. Om dat, Om dat waar te zijn. Want dat zegt je eigenlijk. Als hij kampioen ook. kan spelen in Griezmann, voilà. de pannen van dak, ja dan gaat hij dat niet dan doen. Dan speelde nee. wel. Maar nu denk je, ja, zoals hij nu eigenlijk de laatste jaren speelt, is dat toch al iets. supporters maar zijn er invloed, ook ietske. Ook ja, maar, dit absoluut. Beste invaller van de wereld. Maar dus is het top ah, ja, als ja. invaller. Ah ja, en zoals Barcelona misschien. krijgt 40 miljoen door de neus geboord. Voor de mensen die het niet weten, ja. als hij meer dan 50% van de minuten ja. speelt, dat hij kan spelen. Ja. Geen schorsing of blessure. Ja. Dan gaat de clausule maar, in dat Barcelona 40 miljoen maar als, krijgt. als ja. speler, waar, waarom teken je zoiets? Waarom ga je daarmee akkoord? Dat is toch je eigen, je eigen grafdelven? Ja, dat eigen dat maar dat, ja, dat, dat is tussen de clubs. Maar, dat dat tussen de clubs is. Maar dat krijg je weinig. Als je absoluut toch, naar Atletico wil gaan... Dat moet je toch weten, Steven? Dat is toch iets... Als, iets ja, sorry, dan, maar ben ja, ik, dan ben ik razend. Als ze dat boven mijn kop bedisselen en dan komen ze ineens... ik heb getekend, we hebben samen nog wel iets besloten. dat wel een compensatiepremie heeft. Maar Joost, zijn maar razend, hè? Denkt ze dat de club dan? Oh nee, we moeten er rekening mee houden dat onze speler een beetje razend is? is 40 miljoen Nee, Je zat al in het graf. Het was al zijn hand ja, om hem uit te trekken. Het was al zijn reddingsboei. Jaartje, nee, maar het kan met niet over Barcelona, het kan met Atletico. Jaartje. We zitten toch met iemand met wie je een heel vreemde arbeidsrelatie ja, maar hebt. Zoals we zeggen, als het positief uitraait, die transfer, alleen dat Griezmann het pannen, dan is het geen bijzonder. E ja. Dus dan is het niks. Minuut maar minuut maar ik heb minuut. wel gelezen ja. dat La Liga, ik ben dat nu niet zeker, want ik heb dat gewoon gelezen, dat La Liga die 14 miljoen al had gerekend bij Barcelona in hun goedkeuring van FIFA. Dus die zijn echt. Ik het... ik heb Voetbal International, denk ik. Dat was ja, ja. onbetrouwbaar, dus, ja. Omdat het een verplichte ding is vanaf. En dat ze wel in hun defensie gezegd hebben: Ja, kijk, Creëns gaat wel 50%, minuten, 50 nee, van de minuten spelen. Ja, dan houden we geen rekening mee. met hoe atletico in elkaar zit. Denk was, ik. Ja, nou, nee, dat, dat is denk eigenlijk... ik ook niet. <laughs> ja. <laughs> ja, bedoel, het is ja. een professionele move dat is het. Van Atletico. Of goedzaken. Alles ja, dus moet je ja, er niet inzetten. Nee, nee. Ja, 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 nee. <laughs> ja. Moet je moet er anders niet inzetten. Ik vind je ja. het niet puur een dik move. Nee. nee. Oké. Okay. Je zit er de schoonheid van in. Dan niet. <laughs> <Dat> <laughs> het is, is toch groot, wel raar hè. dat je dan oh, met, je, met een speler waarvan je toch verwacht dat hij. Je verwacht toch van een, van een speler dat hij top presteert. Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat Griezmann, ja, 20 goals maakt en 10 assists. Uh -huh. Ja, dan dat is kan het 40 niet. 20 miljoen he. waard? Ja, maar ja, nee. Ja, dat, ja jawel. Ja. Ik, snap, ik heb het zelf gezegd, dus ik snap, ik snap de redenering. Maar je gaat hem natuurlijk niet, je gaat hem niet de eerste vijf matchen al 90 minuten laten spelen. Ja, maar dat doe je dat ook, doet ook niet. Maar je hebt ook de standaard. In, in veel clubs heb je ook nu standaard premies van, van de wedstrijden: dat spelers op de bank 50% van de premie hebben. Spelers die voor de 75ste minuut nog altijd. Dan 75% van de premie na 75. En dan zit je ook veel trainers die pas in de 76ste, 77ste minuut wisselen. Ah, maar dat is ook zot voor. Ja, maar dat is ook zo. Hè. Dat is niet al een trainer om daarover. Om daarover ja, maar ja, als, bezig als, als de club zegt van ja, als, ja. We, als die nu, of 30 wedstrijden, zoveel, zoveel erbij. Als die zegt 29 niks meer te winnen of te verliezen, het is goed geweest. Zet hem maar op de bank. Oké, okay, maar die 30 dat is nog iets anders dan geen 50% spelen. Dat ja, vind ik ook. Ja, maar het zijn allemaal... Het zijn allemaal clausules. Ja, ja, zijn allemaal clausules. En, en die van En, en van, dat wordt gedaan, En, ja. en sorry, voor, als, als ik trainer ben... Maar oké, okay, de, de, de bomen groeien niet tot aan de hemel, dat snap ik. Maar als ik trainer ben... Ja, dat is het allerslechtst denkbare om een groep te smeden. Die regel van... Ja, als je een minuut 65 invalt, krijg je wel nog geld. En als je op de bank zit, krijg je er maar 75. En als je... Ja... alleen, je kunt... Begin maar, hè. Dat is een enorme handicap, hè. Dat is echt drama. Mm -hmm. En als trainer zouden we alleen moeten bezig zijn met wat is mijn grootste kans om de match te winnen, met welke elf jongens en moet ik iemand ja, inbrengen tuurlijk, na in 30 minuten, mee, dan doe ik het en... staat, na 30. Als 3-0 staat na 50 minuten en je wilt erin een afhalen, dat hij dan zegt van we gaan het na de 76 e minuut doen. Maar het gebeurt en het gebeurt het ook gebeurt. zonder clausule. Dus hoe dan... denkt denk je dan als speler over die een trainer? Ja, ik denk niet dat je op de wedstrijd zelf. Ah, zou echt zo... Nee, nee, maar je realiseert het dan. Dat, ja. hè? dat wordt overgepraat. mij Simeone in niet, oh, Unie. Nee, nee, maar als als, ge, als trainer van een Belgische ploeg en je ja. en, en wacht drie keer tot minuut 77, daar wordt over gepraat in de kleedkamer, hè? 100% zeker. Hè? Dan, dan is uw, uw autoriteit dan zijn al een man van het bestuur. Dan, is uw, dan moet je daarna niet meer afkomen: maar, jongens, kom aan, hè, dan, dan heb je al iets verloren. Denk eraan hè, als je T1 wordt. <laughs> Wanneer je T1 wordt, niet ah. Wanneer? Wanneer? Vraagteken? Steven? Ja. Wie? Aster stelt hier de vraag in deze show. Er is een vraag gesteld, Steven. <laughs> uh, de vraag stelt zich Je wou het ja. toch niet? Je hebt toch de je vraag stelt, stel stelt zich niet en ik antwoord nee, okay, toch, nee, ja. Prima antwoord, Steven. Ja. Maar uh, om even terug te komen. Dus, ja. Het gebeurt ook zonder clausules. Manhart zat hier in Midmiddag en die zei dat Predomo had gebeld. Dat hij eigenlijk afgesproken is. Jan moet deze zomer verkocht worden voor veel. En hij had plannen om hem op de bank te zetten. Puur tactisch reden. En hij heeft dan gebeld van... Mag ik... Of vind jij ervan? Ik denk tactisch, en dan Mannert zegt: Doe maar. Dus ik denk dat sowieso wel overleg. Maar dat is dat ook een goede huisvader van de club? hij is nu geen 40 miljoen waard. Ah, oh, kunnen we meedenken misschien nog wel met rekenen. uw club ja. als bedrijf? van Kunnen we iemand. Niet als bedrijf, maar als het in balans ligt. Ja, ja, er een we... extra factor bij halen waardoor het niet meer weg, in balans is. En daarom moeten we hem even in het uitstelraam zetten. Ja, dat snap ik ergens wel. Maar het en het wel... omgekeerde dan niet. Maar ja, dat is dan ook weer niet correct naar de speler die nu nog nee, zijn. Nee, nee. nee, maar als het is om weg te gaan nog snel, mm. twee matchen, dat kun je nog verkopen aan de speler. Want dan zeg je midden, uw concurrent, we willen hem weg. Dat is waar. Ja, dat is dan waar. uiteindelijk niet dat is weggeraakt hebben. Ja, dat hij er twee geweldige matchen speelt, dat die anderen ineens geen cashflow <laughs> meer hebben. En dan ga je dan, oké, okay, klein probleem. <tomt> Sorry. Amai. Mijn Amai. Mijn <laughs> Nee, nee, het is tijd. we zijn klaar. Ah, de 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 tijd. Tijd, ah, ja, okay. Ik was al mentaal aan het afronden. We het hebben niks gedaan over Antwerpen. Nee. Nee, maar ja, ho, we hebben nog een heel seizoen. Chapeau. Ja, toch? chapeau. Ja, hey, absoluut chapeau. Ja, heel die nou, 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 ja, nou, 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 ja, Ik had een kamp. Ciao, Heel goed. Heel die ploeg draait toch. We je je super, je super wilt. kort iets zeggen, dus Youssef. Dan ja, horen we de laatste. Youssef. je weet dat er nu zijn die dat photoshotten. We hebben dat net zelf gedaan. Nee, maar ja, tuurlijk. Menu Arsenal ja man maar kweert Sam het. Sam zijn een helemaal aan de glorie ja maar we gaan nog een nieuw seizoen we hebben nog een heel twee punten van City de assist van de Bruyne en van ja lachen Fernandez ja, oh, die verdien assist van wauw oh, man oh. ja en die van, Bruno van de bruine Fernandez was nog straffer ja nee. mm. maar nee, kijk ik nee, vind nog straffer hetzelfde, hetzelfde. nog straffer de Bruyne. dat meen ik echt het is maar. moeilijker als je technische ja. voetbal ja. voetballer. Ja. Het is moeilijker de Bruyne dan okay. Zwaar, de Ronaldo goedsteven ja, dat is waar en toch vind ik die van Bruno Fernandes op Ja, maar als Al doet die als... Saliba die die, die ga volledig in de Wat bij bij de twee gevallen verwacht het niet denk ik. Bij de twee gevallen er zijn ook andere spelers of, of bij kleinere nee, ploegen dat, dat kunnen. Waar. Maar als je geen lopers hebt, of je dat ziet, dan is dat ook okay, ja. Nee, dat is waar. Dat is de voorzit vliegt nee, over, die, of ik, ik die heb die geen loper. Niet, of... want, want balistiek is dat de strafste. Ballistiek? Nee? Ja, de, de, de Maar het is ook de, van de veel van verder. Er is een keeper Club die wil uitkomen, die die bal niet kan vangen. Nee, dat is waar. Dat is waar. En ook, ik vind die, die toets van Haaland... Hey, als je, dat is gewoon zeggen, denk je. Als je niet gevoetbald hebt, denk je: oh ja, dat is super simpel, dat is standaard voor die gasten. Maar het is toch schoon. Juist op het moment springen raakt je ook zo zuiver op zijn voet. Maar het is Makker weer wel een match waarin dat ze gechallenged worden. Wat bedoel je? Gechallenged ja, worden. Op Newcastle. Ja. Nu. Daar, ja, ja. Er, zijn, er, er is een, een mini-beweging aan de gang die niet tot Embarment is geraakt. Maar er is wel een <laughs> mini-beweging die, die de ploegen. Mm. Iets meer geloof in eigen kunnen laten hebben tegen City. Al minstens, ja, Newcastle deed het, Aston Villa, sorry. Of iets meer, de piek van City ligt nergens. Ik wil ja. zeggen, ik denk dat City iets mm. later gaat pieken. Ja, dat denk ik. Ja. Maar goed, Aston uh, Villa heeft wel de kwaliteit om te zeggen: kom maar, boys, we gaan, ja, ja, maar, we gaan ervoor. Ook ja, al zijn we sterk begonnen het aan het seizoen. Principe, ja. ja, maar ja, dat, dat mm. is geen optie voor dat Villa. Gerard kan nee. echt niet zeggen van we gaan uh, met, met tien man voor de goal staan. Nee, nee. Ja, het zal inderdaad ook wel zo zijn het belangrijkste match van het seizoen voor Villa en niet voor ja, City. Ja, procent. Toch, ze controleerden in andere matchen makkelijker. De manier waarop dat er opgevlogen wordt, zeker in Newcastle, dat had ik vorig jaar zelf gezien. Mm -hmm. Ja, ja. We, we, we hebben trouwens we gezegd, Newcastle, wel, ja. heel mooi hoe stabiel ze groeien. En nadien hebben die toch twee of drie zotte transfers nog ja, gedaan. Ja. Hebben die uiteindelijk bijna bij het meeste uitgegeven in ja. de Premier League. Ja. Maar goed, ja, die... ja. Ja, maar het gaat er ook aan wie gekoopt. Ja, ja. dat is waar. Het is, het is niet dat ze bij wijze van spreken. Maar we gaan krijgen, het wel niet alleen over mijn United hebben als ze verliezen. Hè? Nee, nee. We moeten ja, er nu Rob... niet meer over, goeie over goeie hebben. Ik vond het wel over Liverpool gehad in wedstrijd. Maar tegen dat Liverpool. was een zeldzame match waarin ja. dat twee ploegen echt. Het was een heel mooie match. Een heel ja. goede match Liverpool. zonder 25 doelkansen. Daar heb ik met een bril op dan. Ik vond het verdiend gewonnen. Nee, dat vond ik niet. <laughs> hij vindt, ik hij had hem 3-3 Arsenal niet beter? Nee, Filip, niet uh, beter. Nee, Allee, dan oh, zal fuck. ik u alle, alle commentaren achteraf. hadden dat gevoel toch ook van Arsenal verdiend hier. Ja. Arsenal heeft veel meer de match. Maar ik chapeau voor United, hè? Dat je dat ik kan dat ook. Vorig niet jaar, objectief. Ze kunnen vorig jaar zo een match. Is. Ze kunnen ja. En met heel de ploeg. En gretig. En ze beginnen fantastisch. En ze maken hun kansen af. Dus alleen maar goed af. Oh. McTominay ik, is, 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 ik heb beste echt... middenvelder van de wereld. Oh, is hey, McTominay, <laughs> McTominay is een varken. Dat vark, echt een grap, maar hij, was echt, ah. hij is echt al een paar weken echt ah. goed. Maar dat is een varken. Ja, dat mag. Echt waar. Maar zo met een kleine varkenskop. Als, als je er als lang, je er langs hebt. En je hebt hem wel nodig Absoluut. om met die dat twee te vaak. kunnen spelen voor de. Maar rest. ik denk wel dat McTominay Casemiro bij. Zalabarico. Voilà, Casemiro dat hij erin maar, gaat Casemiro, maar Casemiro. Maar Casemiro schrok hè? Ja, het is ander tempo dan in Spanje. Die schrok hè? Hij deed toch alles gemakkelijk. Ja, die eerste bal die hij kwijt had, Ik gewijnt, vond hem, dat hem ik niet supergoed. Niet super of niet van, nee. wow, die nee, moet wel nee, nee, starten. Op deze moment begrijp ik... Ik vind het knap van Ten dat hij McTominay zet. Mm -hmm. Want die is ook meeverguist in het verleden. Maar hij heeft niet direct gezegd. Hij heeft wel direct Anthony gezet. Waar ik ook lef voor moet hebben. Want uiteindelijk is dat uw man... Ja, maar ook niet. Nee, Want maar in die, die positie. Ja. En, you know, en wat het dat ook is, het systeem. Kijk, de Demus en wat is dat? De kniezwengel oh, van, de... van Ingeborg? Of wat, wat, wat was dat? Nee, van, van Kate he? Ryan. Kate Ryan, ja. <laughs> oh, Ingeborg. Ja, <laughs> Ingeborg, Ingeborg. als een zenuwpot. de kniezwengels, dat, dat, dat is wel goed, he? dat ja. moet het durven en dat is goed. Dat, dat, be dat bewijst dat hij gaat slagen. Die is zot in aan zijn kop ja daar dat hij zich niks van aan dat die zo duur is niks, zo te veel vieringen vond ik heeft heeft denk ik vier of vijf keer dat doet met op verschillende ja, je wijzen ja maar eerst sta en dan met een nee, tijger als, als je dan die dan een transfer zo. maakt en je scoort <laughs> ja. meteen in die nee, match nee, maar, ja, maar dan, maar, dan, een, dan een, een, je moet één grote viering nee, nee, in plaats van ja mag je niet aan nadenken dat ten hag was boos <laughs> op hem ja dat kan niet nee nee van dat niet echt waar die, andere, die andere viering doen. Ja, dat was beter. Ja. Nee, maar die was echt kwaad, want hij ging, hij ging naar de Arsenal-supporters. Ja, ja, maar, maar dat, dat weet hij niet, je door, niet, denk ik. Je nee, dat weet hij niet. Kom. Wat gaat hij nu al tegen iets Arsenal-supporters duidelijk, als je naar die en hoek speelt, wie daar zit. Hè. Maar jongens, als niet. je geen goal maakt, zelfs op dat lagere niveau, is het toch even... Je ziet toch no, niet ik heb alles helemaal. Hij heeft er wel heel veel gemaakt. Dat ik team. heb erger dingen gedaan. Mm. Maar, Voila, maar okay. ik wist het wel. Maar ik denk dat Anthony dat oprecht het, is niet, het niet was dat veel dat sfeer in Star Ik denk niet dat zo'n afdaling. Ja, dat was fantastisch. Het was sfeer. En ja. dat is zo mooi hoe snel dat dat toch ook wel weer. Dat, wow. dat, dat geeft hoop aan alle rijke ploegen. Als je dan toch eens hm, op zit. Het kan, zoals Chelsea nu. Tuchel, dat, dat, dat is voorbij. Dat komt niet meer goed. Oh, tegen uh, Gallagher was hij weer. Hij was, oh man, man de boze. Ja, heel negatieve ja, oh. vibe hè, bij Tuchel. Jammer. Ja. Maar dat wisten we dus. Hè. Ja. Wow. ja. Ja, moet ik afronden? Ik moet Pipi doen. Oké. Okay. Ja. Moet ook Pipi doen. Oké, het is maar één toilet. Dus uh, jullie mogen dat uh, onder jullie uitmaken. Filip, Merci, Steven, Merci, Sam. Dus zaterdag, veel kijkplezier. Of... Ja, dat doen we. Oh, germen. ja Oei, er is nog iets. Nee? Ah, nee, okay. ik, 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 ik had wel naar Leverkusen gekeken. Maar ik zie dat ja. ik, ik morgen spelen die dus we gaan voorbeschouwen. Maar die waren wel goed, hè? Want het weekend? Ja, pas op. Ik had ook met um, Petro over. En chic en dingen. Maar ze zijn wel... Allee, de dat is de als om te verkrijgen. Drie op vijftien. Of net niet. Uh. Union heeft het probleem. He. Op Union Berlin. Hey, dat is, ja, dat uh. is echt Duitsland zoals in de jaren negentig. Dat is die gaan... Die, hey, die houden Bayern op één-één. Ja, ja. Met wat geluk, met wat kunst en vliegwerk. Maar Union gaat iets meemaken. Maar het zijn dezelfde ingrediënten als Union vorig seizoen. He. En, en de snelste speler van Duitsland. Uh, de Surinaamse Nederlander. Bekker. Ja, ja. Dat is zijn voornaam? Ja, dat is zijn achternaam. Giordano? Ja, zijn Zo voornaam ik ken ik. Niet. Ja, ja. Dus dat is echt de, de snelste. Echt? Ja. Oké. Okay. Hij is snelst gemeten. Dus... In een ik, match. Of dus de Burgess... en Burgess... Ja, <laughs> Goed positioneel, jongens. Maar dat kan, hè. Want Komt dat is schetszuchters dan niet Dat wordt ja, <laughs> ik nog zeggen. Je hebt zo de Waringham Union ook gezien, ja. hè. Ik moest commentaar geven. Dat snap ik dus niet. Waringham, die hebben een ganse match lang. Ja. Lange ballen zitten geven. Ja. Op Jelle Vossen. En op <laughs> Fadera. En die en Burgess ja. heeft elk duel gewonnen. Geen enkel verloop. Nee, en en van met, met plezier, hè. Mama, ja. Makkelijk! Ja. Echt! Ja, want die, die is er altijd. is ja. van een heer of zo. Die dingen dat je genoemd hebt. Ik vind dat wel... Die heeft een goed seizoensbegin. Die wordt no die Fadera. Ja, 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 ja. absoluut. Die heeft echt tot nu toe. Dat is de beste, zo ja. te maken in het begin. En die een dramba heeft. Dat is echt geen slechte sorging. Nee, nee, nee. nee, dat was slecht tegen, ja, ja, ik heb het gezegd. In ja. mijn commentaar dat het niet goed ja. was tegen Gent. Geraldo, hè? Geraldo, Geraldo, Susurinaam, die, die, die met alles gooide. Toen hij eraf gehaald werd, die, die nam niet één flesje water, maar er zaten zo flesjes water in het plastic dat je zo in de supermarkt <tomt> had halen en dat je die er zo moet uitputten. En er zaten er nog stuk of negen in, die pakten dat allemaal op en die gooiden dat zo weg. En die train had een geweldige reflectie, die zei ja, ik ben ook voetballer geweest, denk dat ik nog erger zou gereageerd hebben. Case closed. En dan intern? Patat. Safflet. Safflet, want de Geraldo, ook zo hem toch in Heerlijke goal. Je Die dus zijn zich aan het inhouden om competitie. Ah, jongens, alleen. Ja, dat is juist. Succes aan Club Brugge natuurlijk morgen. Ja. ja succes en tegen Leverkusen en België. Ja, Belgen natuurlijk. Allemaal. Overmorgen. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Allee. Ik heb trouwens gelezen waarom Rashford <laughs> terug is. Dus als de cliffhanger van volgende week. Ah, nee, nee, maar daar vinden we niet hij terug. is? Als ze volgende week nog eens winnen. Wat was er niet? Ik nu weten. Kom. dat we het nu weten. Ja. Wat? wat wat? dan, Ik ben totaal niet mee. Waarom Rashford slecht was twee jaar jaar na en nu terug is. Oké. Okay. Maar mensen kunnen dat gaan opzoeken, vinden dat toch? Why, why is Rashford back? Dan kunnen we het even hoe zeggen, hè? Ja, zeg het maar. Ja, maar ja, we moeten toch iets nog hebben voor. Oké, okay. hey, we uh, hebben nog wat. Blijkbaar iets. <laughs> uh, na Rusland een beetje de druk, heel veel druk gevoeld, kon niet meer slapen en is aan een slaappillenverslaving. Ah, hey. En daardoor groggy en niet vol kracht. Wow. wow. Hey, maar, maar... Manchester United Evening. Manchester Evening, PolsNews. En, en ik geloof news, het, ja. ben mee. Hey, Maar er zijn veel profvoetballers die, die problemen al uh, drie slapen. maanden geleden dat er dus veel veel ja. vanaf was. Dus ja, heel veel uh, zware, is, kom op, kom is, op. En ik vind dat je wel iets ziet van... reactief iets meer, ja, ja, daar is ja. het terug, ja. iets meer. Nee, hey, maar dat is vreselijk. Als dat waar is, is dat vreselijk. Voilà, dus je hebt ook het dingen... Het kan ook zijn dat niet waar is, maar... Zeg eens even. Voetballers bepaalde producten niet mogen nemen. Dat ze slaap willen nemen en daartegen vechten. Ja, en dan in bepaalde roesten geraken. Ja, uh, leg dat nog eens heb uit. Heb je dat ook al gedaan? Super, nee, super nee, drugs. Ik heb nog nooit in mijn leven één slaapje okay, genomen. Dus omdat ze. Ja, <laughs> ja, ik ben bepaalde, een slechte voor dat bepaalde soort. Ja, Je mocht geen drugs nemen. Dus mm -hmm. wat. Doen sommige voetballers die pakken slaappillen en ze vechten er tegen om wakker te blijven? En dan kom je blijkbaar in een bepaalde. High. Dus dan passeer ja, dan je er... de dopingcontrole en je hebt toch, toch een gevoel dat je zou kunnen uitgaan en ja, dat je iets altijd voilà, gedaan ja, ja, ja. Ja. ja, dat je drugs pakt, een high, een, in een hogere sfeer zijn. Dat zei dat als je... Maar dat was zo, dat is een tijdje, ik weet niet hoe dat dan nog altijd. Ja, ja. Misschien uh, moet dat je dan en, zo, en dan he? opnemen. <laughs> Hey, ja, misschien en moeten we dat een keer bij testen. En dan. Filip, ja, jij hebt jij dat nog nooit gedaan, gedaan dus jij is toch Mark Uitroepen? Hij heeft niet. toch een laatste show gedaan waarin dat hij. Ah, dronken. Dronken was. Ja. Huh? Een ja. de jaar. Mark deed dat de na een nauw jaar, is het dronken. Hmm. Dat was wel tof, denk ik. Ja. We hebben ook zo een keer in de 90 Minutes gedaan, hè? Met al die cava. Er is ook een geweldig verhaal over, maar dat kan <laughs> ik niet doen. Maar er is een geweldig verhaal over. Ja! Nee, nee, nee. En ik moet rest van zeggen, nee, nee u niet. Ja, nee, dat vind ik ook Astrid, niet fijn. nee, nee, want dat, nee, nee want dus ik want die kleine show, oké. Okay, ja, nee, het ik, heb dat van, ik heb dat verhaal van Mark zelf en dat kan, ik, kan dat, ik kan dat niet vertellen. Oké. Okay. Ik stuur naar Mark. Ja, je mocht dat, dat sturen, van wat mogen vertellen volgende week. Ja, oh, dat maar, maar, leuk ik weet, maar, maar het, is niet, het is niet iets ergs, hè? zeker niet. Ja, dan mogen we het nu ook vertellen. Nee, nee, nee. Het is, het is, het is wel iets persoonlijks. Het is een geweld... als hij het vertelt. Eigenlijk zou hij het moeten vertellen. We het hij... nee, het niet, sorry, we moeten dit knippen, want ik, nu, nu, nu dwing ik precies Mark om iets te laten vertellen. Nee, nee, dat, dat is bullshit. Niks, forget forget niks. it. Nee. Nee. Maar het is een geweldig verhaal. Ik zal het wel eens straks vertellen. Ik heb nog een keer ooit iets geknipt. Dat blijft. Ja. Ja. Dat was bij u. Ja. Garem. Zeggen we zitten met de blaas? Ja. Ja, ja okay, echt ja. jongens. Oké, okay, afsluiten. Nee? Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Hey, tot volgende Al. week. <laughs> bye bye.